Oké, goed. Goedenavond iedereen, welkom hier op de lezing in het kader van het moedig project ten voordele van Kom op tegen kanker en in samenwerking met Ruben van Gucht. Ikzelf ben Christophe de Klerk en bedenker van het moedig project, waarover dat ik straks even kort meer ga duiden wat het project inhoudt. Ja, jammer genoeg had corona ons nog steeds in de greep en noodgedwongen moeten we de lezing online houden, maar gelukkig zijn we dan toch nog een klein beetje bij elkaar, publiek wel thuis, het zij zo. Maar toch wel heel blij met de talrijke opkomst. Ik denk dat ik een 70-tal inschrijvingen heb, dus heel blij daarmee. En waaronder toch even drie namen in het bijzonder die ik graag eventjes zou willen vermelden, want moest het fysiek doorgaan, zou ik vragen om even recht te staan of een hand op te steken, maar dat gaat nu niet. Dus ik ga even een kleine eervolle vermelding geven. Is David van den Bossen, mijn dorpsgenoot, inspiratiegenoot en leukmakker en finisher van de Spartathlon, toch niet min. André Mignot, of Mignot liever, sorry, heb ik gezien, is ook ingeschreven, de man achter de In Flanders Fields Marathon. Trouwens, mijn eerste marathon in 2012. André, welkom. En last but not least, heb ik ook gezien, heb me daarnet nog gebeld. Ik hoop dat hij ingelogd geraakt is. Ludo de Portre, finisher van de Philippides Run. Daar waar de Spartathlon stopt, gaat de Philippides Run nog een stukje verder. En Ludo heeft je gefinished 4 keer, dus 490 kilometer in 1 keer. Chapeau toch wel. Goed, concreet, vooraleer ik jullie toevertrouw aan Ruben. Misschien kort even schetsen wat het Moedig project inhoudt en wanneer het tot ontstaan is. Dus Moedig is ontstaan eigenlijk in april 2017, nadat mijn collega en goede kameraad Mo in februari 2017 werd er kanker vastgesteld ben. En goed ja, aan het denken geslaan, wat kunnen we doen voor Mo? Gaan we aan de kant blijven staan? Gaan we dat negatief verhaal toch iets positief van maken? En zo zijn we samen met de collega's in een beurtrol gesprongen om Mo naar zijn chemosessies te voeren, voor en na. En dat hebben we een jaar gedaan, tot april 2018. En toen was Mo kankervrij. Iedereen blij. Maar ja, het leven gaat dan gewoon verder. En we waren dan april 2020. Corona breekt uit. En iets meer, een beetje meer tijd en ruimte om na te denken. En ik dacht van kom, we gaan dat moedig project terug van onder het stof halen en we gaan daar moedig 2.0 van maken. En wat dat het moedig 2.0 project nu juist in? In april 2021 is Mo 1000 dagen kankervrij. En wat maakt dat ik ga 500 kilometer of iets meer lopen? Mijn andere collega Lennart gaat die mee fietsen. Is samen 1000 kilometer, dus symbool voor die 1000 kankervrije dagen van Mo. Het is de GR129 route die we gaan overbruggen. De route van Brugge naar Arlon. Op de website van Moedig, als je doorklikt naar GR129, vind je er nog meer informatie over, maar het zal nog meer geüpdate worden, want de bedoeling is een beetje dat ook geld naar het goede doel, Kom op tegen kanker, gaat in de vorm van storten van 1 euro ter gelopen kilometer. Maar dat gaat allemaal nog meer gedetailleerd uitgewerkt worden achteraf. Goed, dat was het even kort voor mij. Wat ik nog wou zeggen, vooraleer ik jullie toevertrouw aan Ruben, aan het publiek, er kunnen vragen gesteld worden in de chat. Ik zal die centraliseren. En tijdens de pauze, want er is ook een korte pauze voorzien, zal ik ze doorspelen naar Ruben en nadien ook nog. En dus dat we rond 8:30 kunnen afronden met eventueel vragen vanuit het publiek. Goed, ik denk dat we er klaar voor zijn, Ruben. Ja, in beeld. Voilà. Dag allemaal. Goed, fijne avond iedereen en tot straks. Ook in mijn naam een hele goede avond allemaal, van harte welkom. We gaan praten over datgene wat ons allemaal bindt en boeit, lopen. Een van onze grote passies allemaal. Ik ben heel, heel erg blij dat ik mee mijn schouders kan steken onder dit project voor het goede doel. En vooral heel blij dat ik met een aantal absolute
ja, zwaargewichten mag ik het niet echt noemen gezien hun morfologie, maar gewoon echt kleppers in onze geliefde ultrasport of marathonsport. Jullie kennen ze waarschijnlijk wel, maar ik stel ze toch met heel veel plezier aan u voor. En we gaan straks om te beginnen een rondje doen en met iedereen afzonderlijk praten natuurlijk. Maar we hebben in ons gezelschap Paul Pol Bekkers, Kempenzoon, een van onze allerstrafste mannen op de allerlangste afstand. Eerste wereldkampioen ooit op de 24 uren. In 2003, 270 kilometer toen gelopen in Uden in Nederland. Man van 410 kilometer op een 48 uur wedstrijd. En nog altijd de snelste Belg ooit op de Spartathlon met 25 uur. Dat is nog altijd 3 uur sneller dan de op 1 na snelste Belg. Dus dat zegt heel veel over de prestatie van Pol Bekkers natuurlijk. We hebben bij ons Jean-Paul Praat, 8 keer winnaar van de Nacht van Vlaanderen in Torhout. Officieus wereldrecordhouder. 6:03 gelopen in 86, 16,5 gemiddeld. Er komt binnenkort ook een documentaire van op 1, 14 februari. Dus dat is kort bij. Jean-Paul, een absolute legende op de 100 kilometer. We hebben Willem van Schuurbeek bij ons. Dat is een Olympier. 2016, man van 2:12 op de marathon, gelopen in Berlijn. Dus ook in zijn categorie een absolute klepper. En we Veerle Dazen. Ik ben ook heel blij dat we vrouwelijk gezelschap hebben bij ons. Drievoudig marathonkampioen. Klopt helemaal. Ja. Hè? Dus ook dat. En nadien ook op de duathlon en de triathlon. En nu nog steeds in de trailrunning. En wat lopen. In wat lopen. Ja. Nog steeds daar toch zichzelf aan het geven. Ik ga beginnen met Pol. Pol, goedenavond. Goedenavond. Zullen we maar beginnen met dat eerste straffe verhaal. De 24 uur in Uden, Nederland. Schets jij het nog eens voor de mensen die thuis aan het meekijken zijn. Hoe ging dat toen in 2003? Ik ken het vooral, maar de meesten misschien niet. Ja, 24 uur, de eerste keer wereldkampioenschap. Ik mocht meedoen. Ik was gezond aan de start en ik was niet gegaan van de wereldtitel. Ik achtte dat er zeker 10 aan de start waren die beter waren dan mij. Mm-hmm. Maar ja, goede wedstrijd gelopen. En dan op het einde ja, in strijd met een Japanner. Sekiya. Ryochi Sekiya. Ja, en je hebt die op een uur van het einde ingehaald en hem achtergelaten. Eigenlijk, na 19 uur liep ik op kop. Ik heb eerst een Núñez, Valmir Núñez, tegengekomen. Die liep altijd op kop. Klinkt als Braziliaan. Een Spanjaard. Die is een Braziliaan. Jean-Paul gaat je zeker kennen, want hij is een 100 kilometer wereldkampioen. Ja. En die heb ik op precies kilometer 200 bijgehaald. Die was kapot, ik pakte de leiding. Maar na 19 uur had ik een hongerklop. Ik heb een kilometer gewandeld, veel gegeten en rustig terug begonnen. Dan is de Japaner voorbij gekomen, maar ben gevolgd 100 meter achter hem. Vanaf, zo zeggen, iets na 19 uur. En ben er niet meer over gegaan. Alhoewel dat ik terug bekomen was, goed benen had, ben ik er niet over gegaan. Dat was bewust. Dat was bewust. Je was op je moment aan het wachten. Dat was bewust. Maar dat kwam ook door een ingeving van Gerrit van Rotterdam. Toen een hele goede atletiektrainer, ultraloper geweest. En daar stond ik mee in contact. En Gerrit zei, Paul, blijf zitten. Hij zegt, het is Europees kampioenschap. Blijf lopen eigenlijk. Ja. Maar er niet over gaan. En het was WK en EK. Maar een Japanner kan geen Europees kampioen. Dus ik had een Europese titel op zak als ik daar bleef. En de wereldtitel was nog te pakken dus. En ik heb geluisterd naar Gerrit en dan zijn we zo... 45 minuten voor het einde moesten we op de atletiekpiste. En het moest zo zijn, ik was de eerste die op de atletiekpiste moest. En Sekiya moest die grote ronde van 2,5 kilometer nog lopen. Er zat maar 100 meter tussen. Grote ronde. En ik ben dus op die piste gewoon mijn tempo gehouden en gewacht op Sekiya. Maar Sekiya was versneld, die laatste tour. Hij komt op de piste en ik vraag om de speaker... Waar zit ik? Hè? Zit ik op 100 meter van hem of op 500 meter? Toen zeiden ze dat ik op 500 meter zat. Ja. Dan ben ik erover gegaan en dan zijn we het laatste half uur 15 per uur beginnen lopen. Ja, hallo. Ja, en op het einde van 24 uur. Op het einde van 24 uur. 15 per uur. En hij zat achter mij, Sekiya, maar hij had nog een ronde voorsprong over de piste. En op een gegeven moment hoor ik hem van... Dan heb ik een sprint. Dat klinkt als een dode Japaner. Dan heb ik een sprint gepakt en een ronde later lag hem daar op de grond. Waar dat hem, en dan wist je het is gewonnen spel. Ja, toen was het. Wat een gevoel, Paul, wat een gevoel. Wereldkampioen worden. Ongelooflijk. Vooral omdat ik was niet de start om wereldkampioen te worden, dus dan is dat onwaarschijnlijk. Ja. Ja.
Maar achteraf gezien was ik misschien wel toch wel een topfavoriet, hè? Maar ik zag dat zelf niet. Dat is altijd goed, als je jezelf de underdog bent. Ja, iets wat ook fenomenaal is natuurlijk, je hebt 24 uur record, enfin, voor jezelf 270 gezet. Nog niet lang genoeg, je hebt een 48 uur wedstrijd gedaan. Was jij een man zoals, ja, we hebben Ludo de Porter hier al vernoemd, we kennen allemaal een Kouros natuurlijk, was jij ook van dat type van het kan niet lang genoeg zijn voor mij? Ja, ik denk dat mijn beste afstand de 6 dagen zou geweest zijn. Alhoewel dat ik het maar 1 keer gedaan heb, maar toen heb ik hartproblemen gekregen. Wat was dat die wedstrijd in Duitsland? Dat was een wedstrijd in Duitsland. Vertel dat verhaal nog eens. In Erkrath. Ja. Dus ik had een heel jaar, dat was het jaar na dat ik wereldkampioen ben geworden. 24 uur wou ik het wereldrecord aanvallen. Ik heb dat niet bekendgemaakt, maar voor mezelf dacht ik, dat kan ik. Stond op 1036 kilometer. Dat was het record van Kouros? Van Kouros, ja. Ik zeg, dat kan ik. En speciaal voor getraind, top aan de start. En ik moest 173 kilometer per dag lopen. En dat was ook mijn bedoeling van iets meer, 180, 190. En dan, om wat overschot te hebben. Ja, en dan ook te gaan rusten, de uren dat ik over had van die dag, te gaan rusten om de volgende dag terug mijn 173 te lopen. Maar na één dag lopen, ben ik gaan slapen, ben wakker geworden en in plaats van door de deuropening gaan, liep ik tegen de muur. Ja, klinkt als niet gezond. Er wordt wel gelachen, hè, maar ik had een hartaanvalletje gehad in mijn slaap. Ja, maar er wordt hier gelachen en ze denken dat ik overdrijf, maar het is niet waar, hè. Nee. Het is niet waar, het is echt zo, hè. En heb ik 5 dagen, like een zombie, want ik wou niet opgeven, ik heb daarvoor getraind, hè. 5 dagen als een zombie, gewandeld en gelopen op die piste, maar helemaal weg. Ze hadden mij eigenlijk naar het ziekenhuis moeten doen. Ja, dat denk ik wel, ja. Achteraf ben ik in het ziekenhuis gekomen en hebben ze gezegd, alles vrijmaken, operatiekamer, hebben ze de pacemaker gestoken. Dus ik was de eerste die moest geopereerd worden, het was 5 voor 12. Wat de mensen misschien ook niet weten, ik ben je bij de laatste editie toch wel weer tegengekomen. Als ik me niet vergis, je hebt ook nog geen enkele dodentocht gemist, hè? Dat klopt niet. Nee, of is het geen enkele torhout? Torhout. De Nacht van Vlaanders heb ik allemaal meegedaan en gefinished. Ja. 40 keren. Ja, dat is ferm, hè. Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Maar de dodentocht, ben je het ook wel vaak al... 35 keer, heb ik 5 keer minder gedaan dan Torhout. Ja, maar dat is ook nog relatief goed, hè. Dat is relatief veel. Ja, maar ik herinner me de laatste keer, en dat was dan niet vorige zomer, want toen ging je niet door, maar de zomer daarvoor, en ik kwam na een paar kilometer, kwam ik jou tegen. Hè? Ja, dat klopt. En er waren een aantal mensen die het begonnen tegen mij, maar ik zei onmiddellijk van, dit is een grote verdette. En dan begon je verhaal te vertellen en die zijn heel snel weggelopen, want die konden het echt niet geloven dat je al die afstanden met elkaar gehouden. Dat klopt, hè. Ja. Als je tegen de mensen dat allemaal vertelt, die geloven dat niet, hè. Misschien nog 1 ding en dan gaan we verder met de intro van Jean-Paul natuurlijk, maar op wat ben je nu het fierste? Is dat die wereldtitel? Is dat de snelste tijd nog steeds als Belg in de Spartathlon? Is dat nog iets anders? Nee, het fierste ben ik op die 270. Ja. Ik had 2 doelen in mijn leven. Onder de 7 uur lopen op de 100 kilometer. Maar kwam een minuut 53 seconden tekort. Of boven de 270 lopen op de 24 uur. Dus daar ben ik het fierste op die 270. Ja. Als je zegt, ik wou onder de 7 uur lopen op de 100 kilometer, kijk je dan met ontzag naar de man naast jou? Ja, dat is... Ja, ongelooflijk, hè. De man van 6:03. Ik was geen simpel en hij loopt een uur rapper als ik op 100 kilometer. Dat is toch... Waanzin. Ja, het is duidelijk dat het, en dat is iets wat de meeste mensen thuis wel weten natuurlijk, want ik ga ervan uit dat de meeste mensen ook wel geoefende lopers zijn, die marathon en langer lopen. Het is duidelijk dat het toch nog altijd verschillende disciplines zijn. Ja, het zijn 2 totaal. Iedereen denkt eens, dat het echt lang is, dan is het allemaal hetzelfde, maar dat is dus niet zo. Nee, het is totaal verschillend. Ja. Dan gaan we verder met Jean-Paul. Is het totaal verschillend, Jean-Paul? Was dat langere werk niet voor jou weggelegd? Enfin, 100 is ook al heel lang. Ik heb het nooit niet geprobeerd, maar ik ben praktisch zeker dat ik het niet zou kunnen. Ik heb ook bewondering voor Paul, wat dat mij kan. Kan ik ook niet, daar ben ik vrij zeker van, want ik was op de 100 kilometer al aan het aftellen. En dat, dus dan zeg jij van, dat is een mentale kwestie, fysiek, mijn spieren hadden het misschien wel gekund. Ja, mentaal en fysiek. Ik denk dat ik het geen van beide zou aangekund hebben. Ja. Ik denk niet dat ik aan jou moet vragen op wat jij het meest fier bent. Dat lijkt me 6:03. Ja, natuurlijk. Ja. Daar ben ik meest fier op. En ook op gans mijn carrière. Dat ik 8 keer Torhout gewonnen heb. De sterkst bezette 100 kilometer ter wereld. En
7 keer op een volgend en telkens favoriet zijn en ja, toch, en het toch ja. doen. Europees kampioen ook geweest, in Winschoten gelopen, hebt Amiens een aantal keer ook gewonnen. Dus ja, mogen we zeggen, ja, het zal het misschien aan andere mensen straks moeten vragen, maar beschouw jij jezelf een beetje als de beste 100 kilometer loper aller tijden? Ja, je hebt dat voor de documentaire ook gevraagd, maar je hebt... probeer altijd straffe quotes te ontlokken. Je hebt 5 minuten moeten zagen om dat uit mijn mond te krijgen, dus zal ik het maar direct zeggen. Als de beste 100 kilometer is die 100 kilometer loper die dat de beste tijd heeft, dan ben ik de beste 100 kilometer loper. Plus dan mijn Haanse carrière. Ja, dat is waar. Maar ik zal het even dan misschien nog aan Paul vragen, die min of meer in hetzelfde tijdsvak ook prestaties heeft neergezet. Mogen we deze man als de beste 100 kilometer loper aller tijden? Absoluut. Met zonder twijfel. Voilà. Dan weten we het, hè. Jean-Paul, dan weten we het. Ja. Het doet plezier om uit zijn mond te horen. Ja, ja, maar ik kan begrijpen dat dat niet altijd makkelijk is. Doe jij nog eens even het verhaal van 86? Want misschien dat niet iedereen mee is. Je had nog niet gewonnen op dat moment, hè, in Torhout? Nee. Ik was wel al Belgisch recordhouder het jaar ervoor in Amiens, met 6 uur 35, op een zwaar parcours. Moet ik van in begin... Laten we misschien beginnen met het feit dat er zelfs even twijfel was, of er werd twijfel gezaaid, of je aan de start zou komen. Was dat wat mijn vraag was, of dat ik dat ook moest gaan. Je had perfect getraind, maar er was zo sprake dat je misschien niet ging starten. Het is te zeggen, er was een heel sterk deelnemersveld, met onder meer de Griek Yannis Kouros, van wie dat algemeen geweten was dat hij niet liep zonder dat er geld bij was. En ik, alleen mijn trainer, want ik deed dat zelf niet, had ook iets gevraagd. Je moet daar geen grote bedragen bij voorstellen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Jean-Paul? Ik mag nu toch zeggen, dat was 40.000 Belgische frank, dus 1000 euro. Ja. Maar ze zeiden niet. En jij vond dat een beetje een blamage voor Belgisch recordhouder die het toch was? We hadden dan gezegd, dan kom ik niet. Ook om nog druk te zetten, omdat ze op het laatste nog zo... ik ben toch de Belgische recordhouder, ze kunnen niet zonder mij, maar ze hebben niet geplooid. Dus ik heb... maar ik was toen in topvorm. En er was dus geen sprake van om niet te komen. Dus ik ben die avond geweest en ik heb mij ingeschreven, zoals iedereen. 500 Belgische frank betaald voor mijn inschrijving. Ik was in topvorm. 12 dagen ervoor had ik een test nog gedaan van 35 kilometer en mijn trainer zei altijd, Patrick de Skipper, je loopt erop, maar ik was aan het spelen. Ik krijg het teken van onze mensen in de regie dat er een filmpje is, dat de trailer die jullie hebben klaarstaan. Zullen we daar eerst even aan kijken, Jean-Paul? Want dat zegt dan ook nog iets meer over het verhaal uiteraard. Dus de trailer van de docu die op zondag 14 februari getoond wordt op 1 over. Dus die fantastische 6 uur 3:51 van Jean-Paul in 1986. Ik ben Jean-Paul Praat, ik ben 65 jaar jong en in 1986 heb ik in Torhout het wereldrecord over 100 kilometer gelopen in 6 uur en 3 minuten 51 seconden. Zinnige Patrick. Oh la la. Wat is er geweest, hè? Dat telt. Op. 35 jaar wereldrecord. Ja. Gezondheid. Zeker, hè. Nou, dat zeker herkend worden. Santé. Gezondheid. Jean-Paul was iemand die een gedisciplineerde atleet was, die echt kon uitvoeren wat er gevraagd werd van hem. Hoe moeilijk dat die trainingen ook waren. Hij heeft 6 keer beneden de 6 uur 30 gelopen. Ik denk niet dat er wereldwijd één iemand is die dat benadert. Het is fenomenaal, de manier waarop dat Jean-Paul liep. Iedereen zegt er nu nog in Torhout die dat meegemaakt heeft, die zegt dat was de fantastische, mooie loper. Die stak met kop en schouder boven iedereen uit. We hebben gans de wereld afgezocht en we vonden nu niemand in die generatie die beter was. Moet daar eerlijk in zijn, hè? Ja. Thuis, hier in Torhout, thuis, hier was je de beste. Dat geef ik graag toe. Ja. Hij zal heel dicht eindigen bij het wereldrecord.
En dat is vooral gebleken een keer dat we in Dixmuiden waren. Dan zat hij werkelijk op schema voor het wereldrecord te benaderen. De manier waarop hij daar liep, dan was ik zeker dat er een heel schitterende tijd zou in zitten. Het is bijna niet te geloven, maar vanaf Dixmuiden is hij nog een tandje bijgestoken en heeft hij nog rapper beginnen lopen. Formidabel is dat. 31 jaar oud. Op weg naar een nieuw wereldrecord. Mijn vader ging wel altijd mee, maar hij heeft nooit op mij geroepen. Inwendig was hij heel fier. Een onbekende die hier voor de eerste keer 6:03:51 komt lopen, daar moet een heurtje aan zijn. De Hanse Heijs had de rond achteraf bij Jean-Paul zeker je frustratie opgewekt. Het was geen 100 kilometer, maar was het nu 98,5, was het 99, maar voor mij is dat eigenlijk bijzaak. Hij wou dat recht trekken, hè, maar hij heeft het dan zo gelaten, want anders ging er hij aan kapot gaan. Allee. Ze mogen alles zeggen van mij, dat ik één oog was in het land der blinden of zo, dat dat niet veel voorstelt, maar niet dat ik een bedrieger ben, want dat ben ik niet. Als de beste de recordhouder is, dan ben ik de beste. Content van de trailer? Ja, als het documentaire even mooi is. 75 minuten, Jean-Paul. 75 minuten over de nacht, eindelijk. Want dat heb je mij ook wel gezegd. Het is als het ware een revival. Er is nu meer. Kijk, we zijn hier nu ook samen om over het verhaal te praten. Weliswaar met andere mensen, maar er wordt nu meer aandacht aan besteed dan. Ja, ik heb nooit zoveel in de belangstelling gestaan als nu. Ja. En dat heb ik aan u te danken. Nee, dat is niet waar. Dat heb je vooral aan je eigen prestaties te danken. Nee, maar ja, zonder jou was er toch geen documentaire. Jongens, wat een bromance hier tussen ons. Een generatieverschil, wat toch zo kort bij elkaar. Ja, we staan in een humo ook volgende week. Ja. Ja, kijk. Wat komt er terug? Mensen hebben nu het verhaal een klein beetje meegekregen, maar wat komt er onmiddellijk in jou naar boven als je dit zo ziet, die beelden? Dat ik een mooie stijl had, vond ik. Nu is het veel minder, moet ik zeggen. Ja, dat is wel waar. In vergelijking, en iedereen kan die beelden ook checken, in vergelijking met een Kouros, of maakt ook niet uit wie, die allemaal een beetje laag over de grond liepen met de voeten. Jij echt als een marathonloper eigenlijk. Hè? En ze zeiden tegen mij, jij loopt niet economisch genoeg om dat 100 kilometer vol te houden. Maar blijkbaar heb ik toch energie genoeg om dat 100 kilometer vol te houden. We hoorden het André Mignot, de IAF-opmeter, ook zeggen. Hè. Het zat zelfs een klein foutje in. Je hebt 9 keer onder de 6:30 gelopen, heb je mij gezegd. Zou het kunnen dat dat jouw grote geheim was? Het feit dat je die techniek had die meer meters maakte dan de meeste ultralopers en dat je het wel 100 kilometer kon volhouden, denk je dat dat kan? Ik denk dat mijn grootste kwaliteit was dat ik, naar gelang dat afstand vorderde, weinig aan snelheid verloor. Dus, en dat begon al van 3 kilometer. Ik ben nooit onder de 9 minuten geraakt. Op 5 kilometer liep ik al 15:25, wat dat relatief straffer is. Het is niet rapper, maar het is relatief straffer. En zo ging dat verder. Maar met een grootste sprong maak ik echt van marathon naar 100. Want 2:25, mijn kwaadste concurrenten waren 10 minuten rapper. En toch konden ze mij niet kloppen. Ja. Ja, als je 6:03 loopt, dan heb je, ik heb dat nu nog niet uitgerekend, maar dan heb je, wat is dan jou? Je bent doorgekomen in 2:30. In Middelkerk aan de marathon ongeveer? Ja, ongeveer. Dus die tweede heb je egaal bijna gelopen, ook 2:30? Toch ietsje vertraagd. Laat ons zeggen, het was gemiddeld 16,5. We zijn heel snel vertrokken met die mannen, met Kouros, met Klekker. Dus dat was tegen de 17. Dan wat afgezakt tot een goede 16, denk ik, tegen het einde. Ja, dat is nog meer dan behoorlijk. Ja. Hè? Ja. Ik ga naar een van onze marathonspecialisten hier in het groepje doorgaan. Zie je het jezelf doen, Willem? Ja, prikt toch? Ja, prikt het. Ja, het is sowieso een prikkelend gegeven. Als, ja. Ik heb altijd aan afstand lopen gehouden. Dus ik vind het wel knap, ik vind het wel inspirerend. Vanwege het feit dat je weet, marathons kan ik ook makkelijk in bepaalde tijden lopen. Ik mik misschien eens op een echte uitdaging die ik nog niet gedaan heb in het leven. Ja, zoiets, ja. En ook, ik heb hetzelfde verhaal als hem. Ik liep ook als jong manneke de piste in Opwijk.
even snel twee rondjes van 250 meter als dat ik naar Assen en terugliep 18 kilometer. Ja. Dus dat was exact hetzelfde verhaal, maar bij mij is gestopt op 42. Mm-hmm. Maar wel in 2012 dus. Ja. En jij 2,25? Ja. Ja. Dus ja, we hebben hier misschien een nieuwe man die ooit 100 kilometer kort kan aanvallen. Dat wil niet, al stel niet, als mijn tante wielt is dat. Nee, dat is waar, karakken, dat is waar. Ze hebben nu, ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar ze, buiten dat van op de loopband, maar er is een recordpoging geweest, nog geen twee weken geleden, door een Amerikaan. Die, van de 100 vlak? Of om de 100 vlak met hazen erbij en al. Is, op het huidige wereldrecord staat 6,09. Ja, 24. En hij, hij is op 11 seconden gekomen. Hè? 36 of 35. Ja, 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 ja. Hij had een paar seconden tekort. Ja, 11 seconden had hij tekort om het officiële record van een Japaner te doen. Ja, ja, maar jouw record gaan ze nooit meer afnemen, want je hebt in het pre-carbon tijdperk gelopen en nu loopt iedereen met carbon in zijn schoenen. Dus, ah ja, als ze een nieuwe lijst maken, dan niet. Maar ja, mijn is nooit niet officieel geweest. Dat zei ze, met, zoals bij het zwemmen misschien ooit, met, dat men ook vond dat ja, er is een tijd van de haaien inpakken, dat telt dan niet mee. Zo meteen over jouw carrière natuurlijk, maar ben je verbaasd van verhalen die je hoort? Wist je dit al? Was je daar wel van op de hoogte dat er zo'n van die extremisten waren? Ja, ik wist er wel van op de hoogte, maar ik ben wel onder de indruk van de zwaarte van de verhalen. Zo, niet meer door de deur kunnen stappen, maar wel nog even een paar dagen doorlopen is wel... is heftig. Ik heb een hartaanval gehad. Ook daar. Ja. Kijk. Wat ben jij het meest fier? 2012 of deelname aan de Spelen? Nee, de selectie. De selectie. De selectie van de Spelen. De manier waarop ik die... Omdat er wel wat concurrentie was. Ik liep zij aan zij met een andere Belgische atleet. En ik liep hem de laatste 50 meter voorbij. Dus daar ben ik meest fier. Kijk je daar nog wel eens naar die beelden? Nee. Stel ik voor dat we dat nu gaan doen. Ja. Berlijn, 2015. Ja. De kwalificatie voor de Spelen door Willem van Schuurbeek. Tolles erstes Marathonresultat für den Mann aus Regensburg. Ja, das ist ja ein irre Gefühl für ihn natürlich, jetzt das hier so zu erleben. Ich hoffe, er genießt jede Sekunde, wie er jetzt hier auf die lange Zielgerade einläuft. Die Freundin Barbara sitzt zu Hause, die Eltern sind noch überraschend hierher gekommen. Der Vater war auch ein Marathonläufer, ist natürlich auch bekannt in der Laufszene. Seine Mutter war eine Hochspringerin und jetzt zeigt er hier, dass er ein Marathonläufer ist. Philipp Flieger zusammen mit Matthews. Und es wird ganz knapp unter 2,13. Ja, das wird schon unter 2,13. Super Ding. Alle drei mit einem tollen Rennen. Philipp Flieger mit einer super Zeit bei seinem ersten vollständig absolvierten Marathon. Bester Deutscher in 2:12:15. Ja, misschien even verduidelijken. Jouw concurrent zit in dat groepje. Ja, ja. En je moet ervoor eindigen. Ja. Oh, la 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 la. Ja, dus je moet gaan spurten aan het eind van een marathon. Ja, ja, het was voor de laatste plaats. Maar ik zou ook kunnen zeggen, ik heb ook een mooie loopstijl, maar dat is bij mij niet het geval. Maar bij mij was het eigenlijk zo bedacht. Je ziet dat ik in het begin dacht ik van, ik ben niet de snelste. Ik laat doen of dat ik kapot ben en ik ga een klein gaatje laten vallen tot als de andere berust is op het feit dat hij het binnen heeft. Ah, het was bewust wat je daar natuurlijk. Ja, want jij leek mij toch los op een bepaald moment. Het was een bewuste actie. En de laatste 50 meter... Er is tactiek in het lopen zo waar. Ja. Ja, ik heb veel. Dus. Uiteraard. Ja, uiteraard. Geweldig, ja. En dan ook vermoed ik helemaal kapot, maar de ontlading van de kwalificatie was nam het wel over. Ja, zeker. Ja. Rio zelf, hoe kijk je daarop terug? Veel te gestrest. Ik ben ook extreem, maar ik denk dat we allemaal zijn als topsporter, extreem in mijn voeding, extreem in mijn training. En dan heb ik de grens van het toelaatbare eigenlijk in afvallen en in trainen veel te veel overschreden. En was geen plezier meer aan. Terwijl je wel iemand bent, ik ben zelfs bij jou al geweest voor trainingsschema en testen te laten doen, terwijl je wel iemand bent die het allemaal goed bereikt hebt, maar zelfs daar... Is er niemand die jou dan in de rush naar Rio kon tegenhouden of voldoende kon bijsturen om dat te verhelpen? Nee, dus ik wil genoeg gezegd tegen mezelf en ik voel het zelf ook aan, maar 54 kilo was beter als 55 en 260 was beter als 250 kilometer trainen. Ja. En 20% bij de trainingsschema's doen in plaats van 10% was dan misschien ook wel beter. Dat was te. Heb je daar een grote weerbots van ondervonden nadien?
Ja, ik weet dat niet. Ja. Ik denk dat ik in Berlijn ook in perfecte omstandigheden, perfecte vorm, alles viel op zijn plaats. En dan loop je net iets boven je niveau en dan ben ik denk ik dan gewoon terug op mijn huidig niveau beland. Ja, maar ik bedoel, het is niet dat je door alles wat je daar zo extreem gedaan hebt, dat er een soort dégoût gekomen is voor een aantal mannen? Nee, natuurlijk niet. Daar heb je nee. vrij... Oké, okay, dus... Ja, nee. Gespeeld en verloren, hè. Ja. Maar goed, je bent wel de speler geweest. Ja. Maar ik heb daar gelopen. Dus dat moet op zich wel gewoon een geweldige herinnering blijven. Ja, tuurlijk. Ik ben daar super trots op. Ik ben daar super blij mee. En ik denk dat ik daar gedaan heb wat ik moest doen. Dat is namelijk hard lopen tussen de start en de finish. Maar ik denk dat ik een paar dingen had beter had kunnen doen. Maar, ik had geen Olympisch kampioen kunnen worden. Absoluut niet, verre van. En ook geen top 10 en ook geen top 20. Dus, het is ook geen schande. Kipchoge is daar Olympisch kampioen geworden. Ja, dat is ook niet de eerste, de beste. Dus daar mag je van verliezen. Hè, van ik was daar maar om de hoop te vullen. Ja, maar ik had er ook wel graag gestaan om de hoop te vullen, denken wij allemaal. Om in Rio aanwezig te zijn. Misschien nog één ding. Loop je nog vaak? Heb je nog doelen echt op dit moment? Ja, ik denk niet dat er iemand doelen heeft, hè. Dat is waar. Ja, door corona. Mijn plan was eigenlijk wel om 100 kilometer te gaan lopen, maar door corona is dat niet gegaan. Nu loop ik elke ochtend, kwart na zes, tussen kwart na zes en 7:30, mijn 18, 20 kilometer. Het beestje is nog niet helemaal weg. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. En het is fysiek ook allemaal prima nog? Geen dingen die kapot gelopen zijn? Nee, het gaat prima. Allemaal net iets trager, maar dat is geen enkel probleem. Dat is waarschijnlijk relatief, dat is trager in jouw geval. Ja. Voor de gewone sterveling is dat nog altijd razendsnel. Ik kwam hem vroeger wel eens tegen op Leirigersroute en dat zag je onmiddellijk. Hè. Wat... Je ziet het onmiddellijk. Ja, je hebt wel mensen die snel kunnen lopen en dan heb je liep dan vaak achter de fiets, denk ik, van je vader of van je schoonvader. Mijn marathontraining. Dat is cruise control aan op 19 per uur en dan zo lang mogelijk volhouden. Wat dat voordeel is voor Willem als hij probeert aan de 100 kilometer, dat is dat 16,5 per uur. Voor mij was dat snel. Voor hem is het snel. Voor hem is dat toch iets geminder. Ik denk dat misschien geen rustige duurloop, maar toch geen snelle loop. Nee. Bij mij was dan ik heb er meer dan niveau van toen, natuurlijk. Ja, maar dan kan het misschien terug opnieuw optrainen. Misschien. Ja. Had je echt een doel gezet qua wedstrijd om een 100 te gaan lopen? Ja, het wereldkampioenschap in Nederland, hè. Winschool. Ja, ik weet niet meer exact. Dat wil ik meedoen. Ja. Oké. En ging je dan terug proberen naar die trainingsgemiddeldes te gaan? Ja. Ik liep 200 kilometer en zelf een beetje in combinatie met de job? Altijd al gehad gedaan, hè. Maar ja, sinds september heb ik ook in het onderwijs een net iets drukkere job, waar dat een tweede training per dag niet meer, dat is niet meer haalbaar. Dus het is even, maar het kan zijn dat je ooit dat idee nog wel eens herneemt. Ja, misschien, maar ik ga nooit meer dat niveau halen. Je wordt, oud ben ik niet, maar vanaf 35 ben je master, hè, en dat betekent dat je trager loopt als voorheen. Hoe oud ben je nu? 36. Dat is nog altijd bijzonder jong. Ja, tuurlijk is dat nog jong. Ja, trouwens, het bewijs dat lopen op latere leeftijd ook nog altijd perfect kan. En jij doet 100 kilometer zijn niet zo rap. Je mag een beetje trager worden. Hè. Ja. Ik heb op mijn niveau gelopen totdat ik gestopt ben op mijn 39ste. Ja. Achtste keer gewonnen toen in Torrance. Ja. Mijn laatste wedstrijd in Frankrijk, een wereldrecord op de 6 uur. Nou, en dan was je de training is dat. Was je 39-40 dat je gestopt bent? Bijna 39, de week na die laatste wedstrijd. Maar wat ik wou zeggen over dat lopen, hè, want iedereen zou, of mensen zouden kunnen denken van zoveel getraind in jullie leven, jullie hebben alles wel kapot gelopen, je loopt nog altijd bijzonder veel. Hè? Ja, ik loop nog 6 dagen op 7 en als ik minder dan een uur en een half, dan heb ik het gevoel dat ik niet getraind heb. Willem, het staat jou nog wat te wachten. Ik denk dat het er nooit uitgaat, denk ik. Ik loop niet veel meer. Ik train 50% van wat ik vroeger doe, maar dat is nog 120, 140 kilometer. Ja. Maar dat is exact 50% wat ik vroeger deed. Ja, dat zijn er altijd 20 per dag. Hè. Loop jij nog vaak, Paul? Ik loop nog 1, 2, 3 keer 10 kilometer in de week. Ja. Maar ik ga vooral kajakken. Kajakken? Is daar ook een 24 uur in? Spijtig genoeg, jammer genoeg niet. Nee. Zo mooi zijn, maar ik heb vroeger ook altijd gekajakt, hè, terwijl ik nog loper was. Ja. En daar ben ik nu mee bezig eigenlijk. Nochtans, en dan ga ik door naar Veerle, toen we elkaar daar dus tegenkwamen in Bornem de laatste keer, zei je dat je zin had gezet op een wereldrecord. Herinner je dat nog? Ja. Je wou het 24 uur record van de, wat was het, plus 60 plus. De 60 plus. 60 plus. Maar dat stond vrij scherp, zei je. Ja, dat stond heel scherp, 240 kilometer.
Ja. Dus dat is al waar. Ja. Ben je voorlopig van afgestapt van dat idee? Nee, nee, het zit nog in mijn achterhoofd. Er is nog ergens ruimte voor. Ik ben nog geen 60. Nee, nee, ja, ja, ja. Ja. Goed, ja. Fantastisch. Veerle, goedenavond. Hallo. Mijn excuses dat het via deze weg nu pas aan jou, maar je zou ook kunnen zeggen, dit is gewoon het voorprogramma voor... Ik voel me heel klein. Nee, je moet je niet klein voelen. Meervoudig marathonkampioenen, zoals ik al zei. Schets jouw verhaal, jouw carrière eens even voor de mensen die jou thuis niet kennen. Ik ben als klein kind gewoon uit atletiek gekomen en dan op mijn half de 20 naar marathon lopen gegaan. Met het idee van we zullen dat eens meedoen. En met een eerste marathon ben ik eigenlijk Belgisch kampioen toen geworden. Nu spreken we van 2005. En ben ik daar een paar jaar in blijven hangen. Een paar keer herhaald. Toch zo nog iets anders weer zoekt voor wat extra en wat meer, denk ik zo. En dan ben ik in het triathlon, nee, het duathlon verhaal, verzeild geraakt. En naar het triathlon verhaal gegaan. Dan inmiddels vier keer ja, naar Hawaii mogen gaan. Chapeau. Dan twee kindjes, even wat minder. En dan een beetje terug, nadat terug wat in het lopen verzeild geraakt. En daar eigenlijk toch wel gevoeld dat lopen altijd toch wel de basis is. Sport, en wat daar eigenlijk toch altijd mijn vreugde en mijn geluk eigenlijk wel in lag. Als je zegt de periode begin jaren 2000, 2005, die titel... Ik kan me vergissen, maar dat was nog de Veerle de Jager en de Marleen Renders periode? Of, ja, die waren zojuist aan het beëindigen. Zo ja, Veerle de Jager, niet maar Marleen Renders. Het zijn geen eenvoudige tegenstanders geweest, hè, om die te kloppen. Nee. Dus ja, je hebt echt wel ervoor moeten lopen voor die titel. Het is niet dat er geen concurrentie was in die tijd. Maar tegen Marleen Renders heb ik zelf nooit moeten maar tegen Veerle wel? Niet in een marathon. Oké. Okay. Maar ik heb daar wel een paar keer een aantal crossen en zo moeten bij Veerle de Jager heeft, denk ik. Maar nadien is een marathon gedaan, echt. Als ik er, denk ik, al in een triathlon. Op welke prestatie ben jij het trotst? Goh, ik denk dan vooral eigenlijk aan mijn kwalificatie voor Hawaii. Dat ik daar eigenlijk toch wel als amateur triatleet tussen die profs eigenlijk toch wel staat. Want daar is toch wel het verschil tussen de prof en amateur toch wel qua trainingsomvang en mogelijkheden toch wel anders. Ja. En dan heb ik daar eens een vierde plaats gehaald in Lanzarote, wat op zich ook geen eenvoudige Ironman was. En daar was ik eigenlijk wel super trots op. Ja. Ja. En Hawaii zelf, hoe kijk je daarop terug? Fantastische beleving. Ja. Dat is, qua sfeer, qua beleving is dat iets heel, heel, heel speciaal. Qua Ironman zelf is dat... Is Lanzarote is veel zwaarder dan Hawaii. Hawaii is eigenlijk vooral ook een mentale kwestie op die fiets. Dat is, ja, altijd maar rechtdoor op die lavawegen, warme temperaturen, wind ook. Ja, klopt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen zijn die het misschien niet zouden weten, maar even herhalen, 3,8 zwemmen. 3,8 ja. zwemmen, 180. 180 en de marathon lopen. Ja. Is er een editie die er bovenuit steekt? De weersomstandigheden. Ik heb een editie gehad waarin het echt wel gloeiend heet was, waar je iedereen langs de kant ziet uitvallen of staan kotsen of opgeven. En zo door die omstandigheden, waar je dan zelf wel nog tot aan de finish strekt. En kon je daar dan goed mee om, of was het ook voor jou sterven op dat moment? Ik kon daar goed mee om. Ja. Ja. Dat is geen verdienste, dat is gewoon... Het lichaam dat toestaat. Het cadeau van de natuur. Kon je er zelf ook mentale kracht uit halen dat je anderen... aan de kant zag staan in die moeilijke omstandigheden en jezelf toch nog vrij degelijk voelen op dat moment? Ja, altijd. Hè. Dat triathlon was daarin en altijd een heel goed. Ik ben een slechte zwemmer, relatief uiteraard. Mijn fietsen altijd iets beter en mijn lopen staat er altijd tussenuit. Dus je raapt dan altijd wel mensen op. En dat gaf altijd een mentaal een heel een boost. Zoals je aan de laatste 20 kilometer moet beginnen, waar het bij iedereen het verhaal meestal af is, dan begon het eigenlijk bij mij zo wel. Dus het... Heb jij interesse gekregen in het ultraverhaal, als je dit allemaal hoort? Ja, het prikkelt wel, maar ik denk niet dat ik dat nog zou kunnen opbrengen op dat niveau. Als je mij zou zeggen, we gaan volgend weekend 100 kilometer lopen, Veerle gaat niet mee. Ik denk dat ik zou zeggen, ik zal eens kijken of het kan en ik zou het misschien wel doen. Maar als je zou tegen mij zou zeggen en we gaan binnen 3 maanden daar een recordtijd voor, dan weet ik niet of het... Ik heb als kind, als ik 18 jaar was, ook eens een 100 kilometer in Bornem
meegelopen. Ik heb vorige maand uit pure verveling de kustlijn is afgelopen. Het doet er mij zo'n beetje een aan. Mens kan toch verkeerd geraken in het leven. Ik weet wel een beetje wat het, wat het is. En dan denk ik, ik vind ook altijd, alles is training. Je kunt je lichaam wel voorbereiden op iets wat gaat komen. En hoe beter je erop voorbereidt, hoe makkelijker dat je daar wel doorkomt. Ja, maar ik merk aan wat jij zegt dat je ook een soort natuurtalent hebt. Want als je zegt, ik ga even tussen de soep en de patat in de kustlijn aflopen. Dat klopt, dat is hetzelfde wat, Willem zegt. Hè. Dat is precies van, wij doen niks meer, maar wij doen wel altijd nog iets. Hè. Ja. Ik train geen 25 uur meer in de week, verre van. Maar ik train nog altijd een kleine 10 uur of tussen de 5 en 10 uur. Ja, dus daar kun je altijd wel iets mee doen. En als je dan niet het onderste uit jezelf moet halen, dan kun je wel iets doen. En dat vind ik leuk. Ja, dus het is ook niet uitgesloten dat we jou ooit eens in een Borne nog eens aan de start verwachten of eventueel... Ja, van Borne heb ik altijd zo gezegd, been there, done that. Ah ja, oké. Okay. Want dat merk ik ook. Ja, je gaat van die marathon naar dat duathlon, triathlon, dan het trailrunning meer. Je bent wel iemand die graag de prikkels wil houdt. Ja, misschien is dat voor de mentale scherpte. Ja, zo wel, het, 100 kilometer hebben we nog niet gedaan. Hè. Dat is een nieuwe prikkel. Voilà. Ja, wel, ik heb 100 kilometer van en Borne. En ik denk dat een volledige triathlon, zeker in zware omstandigheden, zwaarder is dan een 100 kilometer. Ja, maar het lopen is wel altijd het afmattigste voor je gestel. Hè. En voor de maag misschien. Als je er te zijn ja, goed maar dat is hetzelfde verhaal, denk ik. Maar je wordt eigenlijk maar, dat is in je trainingen van je triathlon ook, hè. Je wordt maar moe van je looptrainingen. Hè. Je fietstrainingen naar je gestel toe, naar het herstel op je spieren. Alleen, er bestaat geen Tour de France voor een loper. Hè. Hmm. Wij kunnen dat niet zo aan dan... Alleen, dat denk ik dan. Ja. Hoeveel Paul bestaat dat niet? Ja. Het bestaat wel. Ja? Oei. Ja, het bestaat van alles. Milan Sanremo bestaat voor lopers. En de Tour bestaat ook voor lopers. Tour bestaat ook voor lopers. Paul, vertel. We hangen alweer aan. Nee. Ik weet er niks van. Ik weet er niks van, maar ik weet dat het bestaat. Ja. Dus meerdaagse, elke dag een etappe van 60, 70, 80 kilometer. Ja, dat bestaat. Een soort marathon de sable, maar dan niet in een woestijn en voor langere dagen. Klopt. Ja. Zijn er ooit woestijnprikkels geweest? Want dat bestaat ook, die ultratocht in de woestijn. Ja, dat zou mij wel. Steven Sluiter bijvoorbeeld, die jullie misschien kennen, een man die aan de zee woont. Ja. Steven Sluiter heeft een aantal woestijnraces over 250 en meer kilometer gewonnen. Ja, ik heb een uitnodiging gehad voor Marathon des Sables. Mooi een envelop in mijn brievenbus. Ik zeg, yes! Maar ik moest inschrijfgeld betalen. Ah ja, heb je wel rustig gepast. Maar het was wel interessant, want het ging over trainen en dat was ook eigenlijk een volgend themaatje dat we nog kunnen aansnijden voordat we een korte break gaan houden. Denken jullie dat er een verschil is tussen wat je moet trainen voor een 48 uur, een 100 kilometer, een marathon in jullie geval? Zitten daar grote verschillen tussen? Wat zijn dan die verschillen? Hoe train je? Bij wie gaan we beginnen? Bij de man die nu trainingsschema's opmaakt, onder andere. Wat denk je, Willem? Waar liggen de accenten bij die verschillende afstanden? Ja, natuurlijk, de marathon is zoals, zoals Jean-Paul zelf zegt, het is belangrijk dat je suikersysteem juist uitgeput is op het moment dat je over de finish gaat. Dus je gebruikt dat wel nog, dus je moet dat trainen. En dat trainen door interval en snelheid te gaan doen. Dat was bij jou niet goed ontwikkeld, want je kon, zeg je, 3 kilometer, 5 kilometer niet snel gaan lopen en dan loop je gewoon op dat systeem. Toch deed ik trainingen die men zouden goede prestaties op die moment, op die afstand geven. Geven, ja. Dat ging niet. Nee. Fysiek dan misschien. En de langere lopen, dat is gewoon een zaak van superzuinig altijd op die vetverbranding te trainen. En daarop zo lang mogelijk te blijven. En die een drempel van het moment van overgang van vet naar suikerverbranding, die zo hoog mogelijk te leggen. Ja. En dat doe je door heel veel in die zone te gaan. Doe je dat dan door heel veel nuchter te gaan trainen, door heel veel heel lang te gaan trainen en die suikervoorraad sowieso uit te putten? Ja, dat zijn allemaal veel ideeën dat je kunt toepassen. Alleen allemaal tricks en tools dat je kunt toepassen om lege suikervoorraden te gaan trainen, om sowieso die vetten te moeten gaan aanspreken en zo die te leren verbranden op een hogere snelheid. Ja. Maar dat heeft consequenties, want dan train je eigen plat, want je blokkeert eigenlijk het suikersysteem. En dat is nefast voor een snelle marathon, maar dat is ideaal voor een 100 kilometer waar dat je de cruise control aanzet en helemaal geen snelheidswissels hebt. Ja. Je hebt ook al schema's opgemaakt voor 100 kilometer lopers? Jouw schoonbroer, denk ik, heeft al wel op dat vlak wat dingen gedaan. Mijn schoonbroer niet.
Of is een marathon gelopen? Ja, marathon gelopen. Oké, sorry. Maar er zijn inderdaad wel mensen die de 100 kilometer had ik begeleid. Ja. En is het een zaak vooral voor een... Weet je, ik vergelijk dat soms met dat voorgebruik van een zeilboot. Je hebt een grote boot en dat is de basis. En je hebt een zeil daarop en dat is de wind om snel vooruit te gaan. En de basistrainingen doe, maak je in een hele grote boot. En met de intervaltrainingen maak je een groot zeil. En wil je heel snel vooruit gaan, dan heb je een groot zeil nodig. Maar dan is je boot net iets kleiner en dan kapseist het een beetje sneller. En dan raakt het zo ver niet tegen als je een grote boot hebt. Dan zijn ze heel stabiel en dan kun je heel lang voortvaren, maar dan ga je iets minder snel met je klein zeiltje. Ja. En die focus moeten verleggen. Was het bij jou allemaal heel uitgekiend? Elke dag wist jij vandaag die tempo's, die hartslagzones? Ja, natuurlijk. Ja. Dat was een soort houvast ook voor jou. Je zou nooit een training gedaan hebben zonder dat nee, dan... Nee. Ik ben een controlefreak. Ik zou... Ja, als ik geen gps-ontvangst had in een bos, ja, dan ging ik met een auto ergens alvast 100 kilometer gaan rijden om toch een gps-ontvangst te hebben, dat ik de juiste zones, de juiste hartslag, de juiste snelheden haalde. Geloof je dat dat, misschien in 100 kilometer is dat minder, maar geloof je dat dat de enige weg is in marathon gebeuren? Om het allemaal te meten, weten, uit te kienen? Ja, ik denk het wel. Zeker nu, als je echt het maximale uit jou wil halen, dan moet je gewoon gebruik maken van alle technologie en alle wetenschappelijke tools. En als dat jou, als die controle, want ik heb dat heel hard, ik heb dat nodig, controle, maar als die controle natuurlijk het psychische overneemt en je daarvoor gestrest gaat, ja, dan doe je dat voordeel weer helemaal teniet. Ja, er is nog altijd een thermostaat dat op je lichaam staat en als je die in een graad lager zet, ja, dan slaat het sneller stil. Snap ik, ja. Dus als de brain mee kan en de mentaal ook. Ja. Sommige mensen hebben vertier en freedom nodig om te kunnen presteren. Ja, en ik had controle nodig, dus ik had die. Het kwam van jou goed uit. Ja. Ik ga naar Jean-Paul, want ja, van jou weet ik, het was omdat het nog geen mode was, maar jij deed het helemaal niet. Je kon het nog niet doen, omdat het nog niet echt bestond met hartslagzones. Nee, dat was nog zo niet in de mode. Mijn trainer nam wel manueel bij een heuveltraining bijvoorbeeld, als ik boven kwam. Een keer mijn hartslag, hoe rap dat mijn zakken en zo. Gewoon hier, mijn keel. Echt het natte vingerwerk. Ja. Maar je vroeg naar het verschil tussen marathon en 100 kilometer training. Jij kan het weten, want je hebt de twee gecombineerd. Ja. En ik heb boos ook alleen marathon gelopen. Dus de lange duur lopen. Ik ging mijn lange duur lopen, een keer dat ik 100 kilometer liep, tot 5 uur. Tot 5 uur. Dus voor de marathon ging ik maar tot 3 uur, alleen maar tot 3 uur. Dus dat wil zeggen dat je er soms 75 op de teller zet in een duur? Ja, ja. Rond de 70, want 14 per uur was zo mijn... De duurloop snelheid. Mijn trage duurloop. Toen, dat viel mij ook wel wat tegen, die snelheid. Toen. En dat was 3 weken voor de wedstrijd, dus ja. Ik 5 uur loop. Ja. Denk je dat het voor jou had gewerkt? Was jij ook zo'n man van de controle of eerder niet? Ja, ik zou dat wel... Dus de trainingsschema's uitgewerkt met de hartslagzones Ja. Maar ik had natuurlijk wel een trainer, want er is ook een groot verschil met mijn training tot 85. Toen trainde ik op mezelf en een beetje... Op het gevoel? Ja, zo. En dan ben ik met Patrick de Schipper beginnen trainen. En dat was... Een groot verschil. Vertel, wat maar was het grootste verschil? Ik had tot dan nog nooit 2 maal per dag getraind. Dus dat is dan begonnen in de winter voor 86. En ook heel hard. En dikwijls hard trainen. Omdat hij zei, dat langlopen dat heb je van nature. We moeten hard trainen. Ja. En eigenlijk tegen alle regels in. Want als je gelijk wil een trainer vraagt, Willem zal dat ook misschien zeggen, als je een dag hard traint, moet je na een dag kalm doen. Maar ik moest soms 4 keer op 3 dagen hard trainen. Dus het kon een interval zijn, snel of een snelle duurloop zijn? Ja, een tempoloop of intervaltraining. Dus 1 van de 3 dagen moest ik 's morgens en 's avonds rap lopen. Dat was mentaal lastig? Er waren 2 kansen, ofwel viel ik erbij, ofwel verbeterde ik veel. Het is het gelukkig vaker het tweede. Het is veel verbeterd geworden. Ja. Paul, we hebben elkaar gesproken in Antwerpen op een voorstelling van mij waar jij aanwezig was. En toen heb je me gezegd, ik heb toen ook nog gevraagd naar jouw trainingsmethodes. En ik herinner mij vooral de tour van de drankautomaten. Ja, ik liep altijd langs de drankautomaten. Nu hebben ze zo'n trail
trail hesje, ja, zou dat zeggen. Bestond hij altijd. En niet, ik loop er nu ook mee. En wonder bij wonder, want ik heb het er nooit in gezien, maar dat loopt wel goed. Je kunt je in een liter drank gemakkelijk meenemen, maar vroeger bestond het niet. Dus je had er iets op gevonden? Ja, ik liep parcours en van kolenautomaat naar kolenautomaat. Eten deed ik nooit tijdens mijn training, maar drinken moest ik altijd hebben. Ja, en dat waren, je hebt me dat ook gezegd toen, jouw afstanden, je liep naar je werk en terug. Ja, en dat deed je? Ja, dus door de week liep ik normaal naar mijn werk en terug. Dat was goed voor een? 32 kilometer. 32 kilometer dus elke dag? 15 langs de weg, zal ik zeggen, in een donkere. En als het licht was, ging ik langs bos, 17. Ja. Dus je zette er elke dag in de week 32 op de 32. Teller. En in het weekend? In het weekend ofwel meestal zaterdag 50, zondag 50 of één keer 100. De keuze, je had de keuze. Ja, ja. Maar dat waren trage kilometers, hè. Ja, ja. Dus die snelheden van Jean-Paul en Willem, dat deed ik niet. Maar ik liep ook meer voor mijn plezier, hè. Ik heb nooit, schema's heb ik nooit getraind, ik heb nooit een trainer gehad, ik liep voor mijn plezier. En ik deed die wedstrijden ook voor mijn plezier. Dus, en dus je had een ronde eigenlijk waarin dat die drankautomaten netjes, ja, verdeeld waren over die 50 kilometer? Ja. Ja, meneer, ik trainde meestal de wandeltochten. Oké. Okay. Dus als ik thuis trainde, maar dat was meestal dezelfde automaat, maar dan maakte ik klusjes. Ah ja, zo, ja, ik begrijp het. En dan gewoon 5 stukken van 20 frank in de zak. Ja, 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 ja. Altijd klein geld bij, hè. Ja, ja, wc-papier en klein geld, en was ik vertrokken. Ja. En ik had dat altijd in mijn hand, ja, een plastic zakje. Ik denk dat we wel een quote hebben, hoor. Klein geld en wc-papier op zak, en we waren weg. En we waren weg, dat was goed, hè. Ja, het was, ja. Ik merk dat je er wel een plezier op terugkijkt. Dus ik heb er nooit spijt van gehad. Nee. Het was een mooie tijd. Maar ik heb ook veel op de wandeltochten getraind, hè. Ja. En dan had je om de 6-7 kilometer controlepost, kon je eten, drinken. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis nu wel aan het denken zijn, tenzij dat er ook wel van dat soort kaliber, maar ze zullen er niet te veel zijn natuurlijk, maar wat heeft die man zijn leven opgeofferd aan het lopen bijna? Je deed bijna niets anders dan, ja, lopen. Ja, maar ik liep naar mijn werk. Werkte 8 uren en ik liep terug, dus ik kwam thuis. Ik had wel 2 keer getraind, hè. Een ander moet zijn verplaatsing ook maken, hè. Dus ik won tijd door te trainen, hè. Ja. Dus je had op zich nog wel ruimte voor een soort sociaal leven. Want ik denk dan bij mezelf, ja, die man heeft nooit tijd gehad. Nee, nee, ja, nee. Ik had mijn gezin. En daarnaast was niks, hè. Alleen lopen, hè. Ja. Was altijd aan het lopen. Café gaan, dat was er niet bij. Zelfs tv kijken deed ik niet. Ik lag in mijn bed, want ik moest 's morgens uit voor te trainen. Straf, ja. Echt waanzinnig. Ja, dat was zo. Is dat herkenbaar, Jean-Paul, voor jou? Van het zo, ja, werken, lopen, werken, lopen. Ik ben ook nooit prof geweest, dus in mijn carrière had ik een natuurvoedingswinkel in Denderleeuwen. Maar als ik ging trainen, sprong mijn vrouw in. Dus ik kan niet zeggen, moest ik prof geweest zijn of zo, dat ik zo sneller gelopen heb, en dat kan ik niet zeggen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, 10 jaar lang kwam bij mij lopen op de eerste plaats. En dat is dan voor vrouw en kinderen zelfs? Allee, dus, ja, ze luisteren niet mee, denk ik, dus je kan misschien nog wel zeggen. Het is misschien erg voor te zeggen, maar ja, het was wel het zo. Was voor. Als voor Torot, weken voor Torot, als de kinderen vroegen, gaan we een keer voetballen. Schrik van gekwetst te worden. Ja, nee. Want dat kan ik wel begrijpen. Een paar weken voor een belangrijke wedstrijd, dat je dan geen gekke dingen meer doet, dat begrijp ik wel. Ja, het was wel zo dat Torot het hoofddoel was. Voor de andere koersen was dat wel veel, ja, minder. Ja. Veerle? Ging het bij jou allemaal heel uitgekiend met schema's, dus of ben je eerder een Paul Bekkers type en gewoon klinkt het niet aan botsen op training? Ik volgde wel mijn schema's, maar ik was niet zo'n controlefreak. Dat lag daar en ik hield mij daaraan, maar ik maakte daar zo geen. Ik zou geen 100 kilometer rijden als mijn GPS niet werkte. Ja. Dat zeker niet, maar dat was zo precies dat uit mijn handen was en mijn trainer moest dat maar oplossen. Je werkte ook met een trainer, ja, sowieso. Ja, absoluut. Ik vind altijd zo'n trainer die moest er zijn voor als het niet ging zoals het gepland was. Zo dat schema dat daar ligt, dat kan eigenlijk iedereen, vind ik altijd. Ja. Maar het is zomaar, als het moet bijgestuurd worden, dan moet iemand achter u hebben die zegt van... Die het overzicht heeft, ja, en die het kan, ja, ja, sturen. Dus... Ja. En, ja, het is ook enorm geëvolueerd, hè. Als ik over mijn loopperiode denk, dan... kwam dan net op, dat was er eigenlijk nog niet, zo lopen met GPS. Terwijl als ik in dat triathlon zat, dat is gigantisch hoe dat alles nu
online ook kan gevolgd worden. En je hebt inderdaad geen trainer niet meer nodig die daar constant naast u staat. Je kunt inderdaad alles doorsturen, alles kan op deze manier bijgestuurd worden. Dus dat is... Ja. Maar ik concludeer, en dat heeft Willem eigenlijk ook al zelf gezegd, vele wegen leiden naar Rome. Ja. Je hoeft... Het is eigenlijk bijna individueel bepaald. Kan je een heel strak schema aan? Ben je eerder iemand van meer de vrijheid of een tusseninmethode? Het kan allemaal tot succes leiden. Ja, ik denk dikwijls dat een echte topper zich altijd wel onderscheidt, dat alle facetten daarin wel aanwezig zijn, dat je zo alles in alles zowel wat kunt uitblinken. Ik heb dikwijls gezegd, ik kan er alles voor doen, maar ik kan er misschien niet alles voor laten. Het is zo... Daar komen we straks nog op terug, op het ascetische leven. Ik ben benieuwd hoe die jullie daar zijn ingegaan. Maar ik vind het wel een mooie samenvatting. Er alles voor kunnen doen, maar er niet alles voor kunnen laten. Ja, ja. Ik zal inderdaad altijd wel mijn schema's gevolgd hebben. Ja, dat denk ik wel consequent. Ja. Oké. Okay. Kijk even op mijn klok, het is al bijna 8 uur, dus we gaan even onderbreken, denk ik, of... Ja. Ja, dan wordt ja gezegd. We gaan even onderbreken, maximaal 10 minuten, maar even 5 minuten, dus tijd om even naar het toilet te gaan, iets te halen om te drinken. En straks vragen die u nog altijd kan stellen, die gaan we beantwoorden en we praten nog wel over een aantal thema's, zoals voeding. Wat heb ik hier nog opgeschreven? We zien wel waar we uitkomen.
Goedenavond, nee, excuses voor de technische onderbreking, maar we zijn wel terug. Dat is het belangrijkste, dus we kunnen nog een beetje doorpraten en er komen ook een aantal vragen binnen, dus die ga ik straks nog wel aan onze vier gasten voorstellen. We zijn hier nog steeds in het gezelschap van Paul Beckers, van Jean-Paul Praat, Willem van Schuurbeck en Veerle Dazen. Fijn dat jullie zijn gebleven, ja. Dat zouden we anders doen in deze tijden natuurlijk, hè, Willem. Ik heb nog een aantal thema's. Ik ga beginnen bij jou, Willem, want ik denk dat jouw verhaal misschien het extreemste van allemaal is op dat vlak. Voeding. Je hebt het al zelf een beetje aangegeven, zeker in de aanloop naar Rio. 54 was beter dan 55. Ik probeer me dat voor te stellen als de man van het weegschaaltje en alles afwegen. Of hoe zat het bij jou? Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat je de enige bent in dit gezelschap. Ja? Dus, ik weet niet van jou nee, veel. Nee. Okay. Daarom dat ik de vraag aan jou stel. Ja, ik was vrij extreem. Alles afwegen, in Rio ook. Het eerste wat mee was een weegschaal. En ja, stond er toch 5-6 keer op voor te zien dat er geen 5 gram bij was. En ook aan het eten, altijd op het eten ging op de weegschaal, keukenweegschaal ging overal mee. Ik was daar, ja. Extreem? Ja, veel te extreem. Ja. Wat kwam er absoluut niet voor in jouw voeding? Wat zou je nooit gedaan hebben als marathonloper? Of wat stond je jezelf niet toe? Ja, alles wat vet in zat. Ja, niks. Geen vetten. Geen vetten, gewoon? Nee. Allee, op het einde probeer ik dat dan wat beter. Mijn onverzadigde vetzuren dan wel binnen te pakken. Maar ja, ik had vrij extreem, ja. Dus ook niet in de vorm van noten en dat ja, soort? Ja, op het einde had ik wel een beetje door dat ik daar wel fout in ging. Dan ging ik wel onverzadigde vetzuren, notenpasta, noten, vette vies gaan bijpakken. Maar dan heb ik zo de switch gemaakt naar koolhydraten gaan sparen om toch maar af te vallen. Kan je schetsen voor de mensen hoe ik kan me dat niet voorstellen? Het zal uiteraard ook afhankelijk zijn van hoeveel kilometer er die dag op het programma stonden, maar je had wel 3 volwaardige maaltijden? Ik had eigenlijk best wel. Ik maakte mijn eigen brood zelf meestal en dan een kilo brood, dus eigenlijk dat is een groot brood per dag en dan een maaltijd nog s'avonds. Dat was een kilo en een half groente met 200 gram vlees en dan dat brood was verdeeld over de dag en dan. Kwam daar nog een hoop fruit bij, 4-5 stukken fruit met magere kwark voor je eiwitten te hebben. En eet een mens dat brood droog dan? Of? Ja, brood, dat was altijd met confituur. Okay. Altijd met confituur. Mijn vrouw die zegt altijd, ik niet zonder zijn. Ja, gezellig, jij troef daar. Ik dacht, voilà. Ja. Ik had er niet veel moeite mee. Hè. Het is ook een beetje, denk ik, ik kan me verbeteren natuurlijk, maar ja. Het is wat trial and error. Hè. Het is niet dat er iemand een voorbeeld heeft voor jou van ja, je moet het dan zo gaan doen. Nee, maar dat is ook gemakkelijk. Als je controlefreak bent, is gewicht eigenlijk het heel makkelijk te controleren. Ja. En dan kun je snel gaan schakelen in afvallen. En dat geeft dan een gelukzalend gevoel in je kopje van yes, ik ben goed bezig. Ja, ik heb me daar laten in begeleiden. Ik weet dat ik dingen fout heb. Maar kijk. Hoe kort kom je bij eetstoornissen? Heel kort. Nee, ik heb er eigenlijk in gehad. Ja. Je moet daar eerlijk in zijn. Dat ging niet uit met een koop. En er zijn periodes geweest dat je wat papiertjes laat liggen. Maar de inhoud ervan verdwijnt dan in de vuilbak. Om nog maar weer een paar 100 gram of 10 gram te voilà. Sparen. En dan, om duur was dat, dan nam eigenlijk te veel tijd in beslag en te veel... Focus. Ja. Nu kan ik dat loslaten. Hoe ben je eruit geraakt? Door dat is tegen iemand te zeggen? Of? Ja, veel te zeggen. En ook door de doelen weg te laten vallen, is dat stilletjes aan... ik voel dat, ik ben daar wel opgelucht in, dat ik niet elke minuut denk aan eten en eventueel... En de weegschaal staan. Sta je er nu nog vaak op? Nee, okay. Dat is echt bijna niet meer. Dat gelukkig. Dat deugt echt niet normaal. Ja. Maar dus als ik het jouw verhaal een beetje samenvat, dat die klik is wel pas gekomen naar Rio. Ja. Maar ik denk, er zijn heel veel verhalen van de laatste tijd van eetstoornissen. Maar ja, je gaat altijd extreem en dan is de weg naar net iets te heel gemakkelijk gemaakt. Hè? Ik wou dat net vragen, denk je dat het... er zullen ook wel atleten zijn die het niet hebben meegemaakt, maar kan het zonder? In een sport waarin wielrennen, rondewerk, marathonloopbaar gewicht zo belangrijk is? Ik denk, het kan niet zonder, maar er zijn atleten die er heel goed mee kunnen omgaan. En heel rustig onder blijven en dat heel goed kunnen plaatsen, relativeren, zonder dat dat de verkeerde kant uitloopt. Ja. Maar die doen even, je ziet nu toch ook in
wielrenners, de apps aan de buffetten, de apps om te checken dat ze genoeg calorieën hebben. Je kunt gewoon... Ja, zelfs dat is dan misschien wel niet het slechte. In de wielrennerij, waar meer budgetten zijn natuurlijk, wordt het nu klaargemaakt voor hen. Voilà. Oké, eet je het dan op of eet je het niet op, is nog een ander paar maanden. Ja, maar daar is controle. Ik weet van Wout van Aert, de laatste maand voor een belangrijk doel, staat elke dag een pakket voor hem klaar. Voilà. Van dit moet jij vandaag binnenkrijgen, dit is ideaal met jouw trainingsschema, dat moet je... Ja, maar voor eenzelfde andere persoon staat diezelfde maaltijd klaar en kan dan leiden tot een eetstoornis, omdat hij zo gefixeerd mag niks meer eten als dat ding. Maar misschien is Wout van Aert iemand dat daar... Goed mee om kan. Heel goed mee om kan. En, Klinkt het herkenbaar, heren? Of heeft dat gevaar jullie nooit in bezig gehouden? Ik denk dat je voeding moet best verzorgd, maar zonder dat het een obsessie wordt. Bij mij ging dat eigenlijk vanzelf, zoals ik daar juist zei. Ik had een natuurvoedingswinkel. Ik was al met natuurvoeding bezig voordat mijn loopcarrière gestart is. Dus ik eet nu nog vrij gezond, maar dat is niet speciaal voor het lopen. Zeker nu niet meer. Dus deed dat gewoon verder in mijn loopcarrière, zonder dat dat veel moeite... Eén uitzondering, dat was dat ik soms een keer bleef hangen na een koers en dat was dan alcohol. Maar een fritje, zeg maar eens, de familie ging eens een fritje halen van frituur? Ja, dat mocht zeker, want ik eet bijvoorbeeld graag mossel en dan gingen we een keer naar de lunchgarde zo, maar ik trainde dat daar allemaal toch af. Nee, maar ik bedoel, als je dat jezelf toestaat, dan kom je misschien niet in dat verhaal terecht dat Willem bijvoorbeeld heeft meegemaakt. Als je zegt van oké, het mag eens, het is oké. Ja, ik denk dat je best een keer mocht zondigen, als ik het zo mag noemen. Zonder dat je het gevoel hebt, ja, nu is het volledig voor u. Ja. En dat je dan een andere kant uitgaat. Hoe streng was jij voor jezelf? Paul? Oh, helemaal niet streng. En jij liep natuurlijk zodanig veel kilometers. Ja, dat is, ik alles kwam binnen. Ik trainde hard, zoals iedereen trouwens, maar ik moest ook echt dus hard werken in de fabriek. Dus ik kon redelijk wat calorieën verzetten. Maar, en ik lette ook niet op mijn eten, maar onrechtstreeks gaat het toch gezond eten. Omdat maar je ziet dat je prestaties beïnvloedt. Ja. Onrechtstreeks hou ik daar rekening mee. En ik was geen freak, maar ik stond ook elke dag op mijn weegschaal. Ah? Ja. Dat streelt door ego. Als dat juiste getal erop komt... Dat geeft vertrouwen. Ja, dat geeft vertrouwen, maar ik let er niet op mijn eten speciaal. Nee, zeker niet. Tot waar probeerde jij de weegschaal te brengen in jouw topjaren? 52 kilo. 52 kilo. Maar ik ben met 1,65 meter. Hè. Ja. Dat scheelt. Maar toch, 52 kilo, dat is waanzinnig. Hè, ik was een licht manneke. Ik had geen last van overgewicht dat gemakkelijk eraan kwam of zo. Ja. Dus. Ik heb me dat ook al vaak afgevraagd. Uiteraard op het allerlaagste niveau probeer ik me ook wel eens aan dat soort afstanden te wagen. Maar moet je per definitie een pluimgewicht zijn om het toch tot een deftig goed einde te brengen? Ik weeg bijvoorbeeld 90 en ja, ik ondervind er superveel last van natuurlijk. Nee, je gelooft ook dat het... Nee, er zijn ook zwaardere lopers die goede prestaties leveren. Dus, maar die hebben dan iets meer kracht. Gewoon aan talent, hè? Een gebrek aan talent. Dat kan ook. Nou, talent is één, maar ik 90 is toch te veel. Zo. Ja. Je gaat met 90 kilo toch nooit een topper zijn? Nee. Alleen een topper kan niet, zeker niet. Maar je hebt mensen die op kracht lopen, die zijn sowieso al zwaarder. Die hebben dikkere spieren. En ik liep op souplesse, ik was een flyer. Ja, het is natuurlijk een verschil tussen jouw geval 52 en ik zeg maar iets 68 of zoiets. Je moet ook een beetje naar je morfologie kijken. Bij mij was 59, maar iemand dat er wat steviger gebouwd is, gaat daar nooit niet aan geraken. Hè. Maar goed, de vraag, denk je dat gewicht een belangrijke rol speelt in prestaties? 1,5 seconde per kilogram per kilometer. Ja. Bergop wel? Nee, anders ook. Op het vlakken ook? Dat geloof ik. 1,5 seconde per? Kilogram per kilometer. Oké. Okay. Dus ik reken even uit, iemand die 10 kilo meer weegt, 15 seconden per kilometer. Ja. Ja. Je moet het afwegen aan je eigen mogelijkheden. Hè? Ja. Niet ten opzichte van iemand anders, maar aan je eigen mogelijkheden denk ik dat wel. Ja, ja, op topniveau speelt dat wel. Je voelt dat vooral als je sneller moet lopen, vind ik. Dus als je een paar kilo te veel weegt en je moet intervaltraining doen. Dat is een betere zin. Ja, dat is vergelijkbaar met het wielrennen natuurlijk.
Hoe zat het met jouw voedingsgewoontes, Veerle? Goed, hè. Ja, want we zijn eruit gegaan met het gegeven van ik kon er alles voor doen, maar ik kon er niet alles voor laten. Ja, dat zegt het wel een beetje misschien. Ik at heel gezond. Ja. En ik had er redelijk wat ongezond bij. Ja. Maar dat heeft jou ook waarschijnlijk de mentale vrijheid en rust gegeven. Ja. Ook, ja, die ik je nodig had. Ja, ik denk dat dat inderdaad voor mij niet de mentaal de grootste opdracht anders was. Dat ik daar niet in slaagde. En ik had dan wel met een trainer die zei van Veerle, nu moeten we daar even streng in zijn. Ja, dat ik dat één keer afstreed en dan thuis kwam van shit, ja, misschien toch. Maar je bent er al sinds niet ongelukkig van geworden, hè? Dus dat is ook wel iets. Hè? Nee, absoluut. Ja. Nee, een beetje mentale vrijheid kan soms in de long run veel meer opleveren dan jezelf strak en vast te zetten. Een ander thema dat ik met jullie graag wil bespreken, het familiale aspect. En daar bedoel ik mee, ja, jullie zijn mannen van 250 kilometer, vrouwen van 250 kilometer, 25 uur in de week getraind en zo. Paul heeft al iets over gezegd. Vele was het allemaal te combineren met een familieleven, met een gezinsleven, zo hard te trainen? Nee. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ja. Nee, op die moment kies je daarvoor. En dan is dat een fase in je leven waarin je zegt, we gaan daarvoor en we gaan daar iets van maken. We maken daar het beste van. En je sociale leven, dat speelt zich af tussen de trainingsmaten die je op training ziet. En daar doe je dan een klapje mee en dan... Dat was wel een dikke fun, maar... Ja, maar er is zelfs weinig ruimte daarbuiten om andere dingen te doen. Tot wanneer heb jij er alles uitgehaald, bij wijze van spreken? Dus met andere woorden, alles aan de kant geschoven voor de sport? Tussen 2005 en 2013-14. Ja. En dan voelde je van jezelf van, ik wil nu ook familiaal wel wat andere dingen? Ja, ik wou heel graag. Ja. Kindjes. Proficiat daarvoor trouwens, zeg. Je moet dat niet zo bescheiden zeggen, hè. Dat is een grote trots. Hè. Ja, en dat is dan wel een keuze dat je maakt. En als je inderdaad voor die kinderen gekozen hebt, vind ik nu niet dat je als, toch niet als moeder fanatiek kunt blijven voortrainen. Ja, dat is een hele mooie ingesteldheid. Ja. Willem, je hebt er twee. Nog altijd, vermoed ik. Ja. Ben jij bijgekomen in de tussentijd? Kon jij fulltime vader zijn? Ja, ik ben eigenlijk pas beginnen beter lopen als Fien hadden. Dus ja, twee kinderen. Ja, ik heb dat gecombineerd, ja. Maar ik deed dat ook, hè. Ik woonde in Merchtem, 20 kilometer van Brussel. En ik liep heen en weer naar het werk. Ja. De gouden tip, de gouden truc. Ja, dat is echt de manier. Maar als loper valt dat mee, hè. Loopt het 250 kilometer, 15 per uur. Ja, dan heb je nog maar 15 uur getraind. Dus als je dan je werk gewoon werk doet, hè, nu valt dat mee. Maar ja, kijk... Ik heb mijn stages ook gecombineerd met familievakanties. Dus de kinderen zijn ook op vakanties geweest waar ze anders nooit zouden kunnen geweest zijn. Weliswaar met een papa die ineens van 8 tot 9 ging trainen en dan van 4 tot 6 en dan... Maar goed, ja. Oké, dat vind ik nog wel... Er is nog een combinatie gemaakt met het familieleven. Ja, zeker. Alhoewel, je zegt, ik heb ze altijd meegedaan op vakantie. Jouw Ethiopië verhaal was alleen, denk ik. Kenia verhaal, excuseer mij. Ja. Dat was een harde periode, 6 weken in Kenia. Ja. Daar heb je wel ferm de ogen opengetrokken op de grond en al dat soort dingen. Je hebt een matrasje geslapen. Ja. En daar heb ik geslapen en getraind met je hebt hem genoemd, hè, met Kipchoge. Ja. Al de grootste atleten die nu nog lopen. En is dat dan toch een andere man, sowieso een andere wereld, maar merk je dan van, oké, dat maakt ook voor een stuk het verschil tussen wat zij doen en wat blanke atleten soms doen? Ja, als je start in een dorp met, denk ik, waar 150 mannen wonen en je start in een duurloop van 40 kilometer met 120, ja, dan is de vijver al gigantisch groot. Ja, dat is sowieso. Één. En twee, ja, je zegt het zelf, afleiding heb je daar niet. Je moet daar gezond eten. Maar het Chinees spreekwoord, pak 20 eieren, smijt ze allemaal tegen de muur en sterkte zal niet kapot gaan, geldt daar wel eens. Ik ga opschrijven, want het is de allereerste keer dat ik dat... Heb jij van dat spreekwoord al gehoord, Jean-Paul? Zeg het nog eens. Als je 20 eieren tegen de muur smijt, het sterkste zal niet kapot gaan. Oké, ja, dat is waar. Ik denk vanaf hoe hard je gooit natuurlijk, denk ik dan toch maar. Ja. Ik begrijp wat je wil zeggen, dus dan ga je er altijd wel eentje overhouden die... Maar ja, tuurlijk, maar daar zijn dat... Ja, dat is machtig, hè. Elke ochtend om 6 uur 's ochtends. Wanneer ben je daar naartoe geweest? Voor Rio. Voor Rio? Ja. Dat is 2016 of 15. Ja, no, nee, 2016, in januari, februari. Ja. Oké. Yes.
ja, je hebt het ook al een deel gezegd, het familiale aspect. Enkel de weken voor Torhout was het alles op de koers. Wel even, en ook 10 jaar lang maar. Ja, maar ik moet zeggen, zonder de steun van mijn vrouw had ik het niet gekund. Ja. Dus we hadden die zaak, we hadden 2 kleinkinderen. Zij ging nog deeltijds werken. En dus 2 keer per dag sprong zij in. Ze heeft nooit niet gezegd, ga toch weer niet trainen. Het kan misschien ook zijn dat ze graag had dat ik 5 uur weg was. Ze moet dat in ieder geval laten, Jean-Paul. Zou ze aan het meekijken zijn, Marleen? Zou ze meekijken? Nee. Okay. Dat is jammer, anders ging ze de groeten doen. Paul, werd er bij jou geklaagd thuis? Vrouw, kinderen? Ja, ben je nu weer was geklaagd, maar mijn vrouw werkte niet. Dus die was huisvrouw. Dus had alle tijd, de kinderen kwamen niks tekort. Ja. En wij verdeelden de taken. Hè. En dat was op welke manier? Ja, ik kwam... Jij lopen... Ja, zei je, haatte koken. Dus ik heb altijd gekookt thuis. Okay. Dus ik kwam van het werk, douchte, ging naar de winkel, maakte eten klaar, kinderen kwamen van school, we aten samen, ik was het af en dan was het gedaan voor mij. Ja. Dan was het gewoon een kaarsje uit. Dat was eigenlijk een vaste routine. Het was de goede verdeling, bleek achteraf. Ja. Oké. Okay. Maar zij reden gezond af, hè. Dus ja. Niemand moet het doen, hè. Anders... Ja, maar ja, zij was thuis, hè, dus... Ja, ik zette wel de vuilbakken buiten, dat heb je gezien. Ja, dat hebben we voor die ene keer in je leven toch gefilmd om je een goede indruk te geven naar de buitenwereld toe. Ja, maar je moet overeenkomen met je partner, hè. Ik denk dat dat belangrijk wel is. Ja. Ik denk dat jullie allemaal kunnen getuigen, of diegenen die een partner hadden, er moet volle steun zijn, denk ik, hè. Ja. Anders werkt het niet. Ik weet niet of er al vragen zijn waarop moet geantwoord worden. Voorlopig nog niet. Kan nog doorgaan, hè? Geen enkel probleem. Oké. Ik wil met jullie even hebben over het waarom. Het waarom dan misschien vooral naar deze kant van de tafels toe. Waarom zo lang lopen, Paul? Waarom mocht het gewoon niet 10 kilometer zijn? Waarom moest het 410 kilometer zijn? Ja, omdat van in de jeugd merkte ik al hoe verder dat ik liep, hoe minder dat er kon volgen. Dus en als je ergens goed in zit. Ik was al een klein, mager, vreel manneke in mijn jeugd, ja. Dus ik kwam in alles al tekort, maar als we gingen lopen, was ik de beste. Ja. En dan gaat het daarin verder, hè. Ja. En dan doe je zijn 100 kilometer en nog eens een 100 kilometer. En... Dat ging goed, maar je was dan nog niet de beste? Ja, nee, gewoon, en dat viel goed mee. En dan, maar ik heb eerst gesnelwandeld, hè. Ik ben van snelwandelen op lopen gegaan, hè. Want eigenlijk mijn eerste 24 uur was, ik was eigenlijk snelwandelaar en toen was het Belgisch kampioenschap in Torhout, 24 uur, en ik ging meelopen. En ik werd Belgisch kampioen en ik brak het Belgisch record. Dat stond toen maar op 2:36, van Gilbert Gevaert. Een verwaarloosbare 2:36. Maar ik liep 2:45, toen was ik al een fenomeen, hè. Ze beschouwden mij als een fenomeen, hè. Toen met 2:45. Ja, en dan zei je ergens goed in en dan begint harder en harder te trainen en te verbeteren. Ja. Je vraagt je nooit af aan de start van een 24 of 48 uur race, nog zo lang? Nog zo lang? Of, nee. of dat kan niet? Want dan... Nee, dan was ik gerust. Ja. Ah, dan was je gerust? Ja. Ik was zenuwachtig aan de start van de marathon. Want dat deed ik niet graag. Dat was start en je moest mee zijn. Een 24 uur. Als het startschot kon eerst naar de wc gaan. Hè. Ja. Je pakt ze toch terug. Ja. Ja, maar je hebt tijd. Ja, dat gaf jou zo ook mentale bevrijding. Ja, ik moest nooit op de limiet lopen. Dat is altijd ingehouden. Omdat je krachten moest verdelen over de hele afstand. Snap het. Is het zo simpel, Jean-Paul, als dat? Namelijk, ja, dat was gewoon mijn allerbeste afstand en daarom deed ik het. Ja, en ook van jongs af aan droomde ik van iets te bereiken in de sport. Zoals Paul eigenlijk een beetje. En blijkbaar was die 100 kilometer mijn beste afstand. En als je dat aanloopt, dan komt een beetje in de belangstelling. Dat speelt natuurlijk ook mee. Ja, dat is waar. Als marathonloper zou je nooit een documentaire van mij gemaakt hebben. Dat hangt vanaf welke tijd je zou gelopen hebben. 2:25. Nee, met 2:25 gingen we geen documentaire. Moet je mentaal heel sterk zijn om sterker dan pakweg een 10 kilometer loper? Goh, ik denk dat de lopers en de wielrenners ook sowieso moeten kunnen afzien. Hè. Dus
Dat is, wij moeten misschien nog een beetje langer kunnen afzien. Want zelfs als je goed getraind bent, over het algemeen na 60, 70 kilometer op een 100, dat was bij mij toch zo, begint het toch zwaar te worden. Nee, bij mij was het niet echt een dipje, maar dan begon het zwaar te worden. Precies, had je, dat de minuten langer duurde, dat de kilometers verder werden, en dan is het nog vrij lang. Ja. Maar heb jij dan nooit, Paul mag er ook op antwoorden natuurlijk, maar heb jij nooit in wedstrijd jezelf moeten overwinnen? Dat je op het punt stond om, het lukt niet meer, ik ga er de brein aan geven. Kwam je dat soort momenten niet tegen? Ja, ik heb natuurlijk ook enkele keren opgegeven. Hè. Het waren niet allemaal successen. Hè. Maar je moet inderdaad mentaal sterk zijn. Had je er een trucje voor? Uw lichaam zegt vertragen of zelfs stoppen. En jij moet met je geest sterker zijn. Nee, hard blijven lopen. Ja, dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar had je daar een trucje voor? Of was het truc gewoon dat zeggen? Ik dacht veel aan andere zaken. Hè. Als er een mooie vrouw langs het parcours staat. Fantaseer ik een beetje. Oké. Dat is de truc. Paul, fantaseerde jij ook wel eens in wedstrijd? Ja, dat is continu. Hè. Continu. Ja. Anders, ja. Ik was ook wel met mijn rondetijden bezig. Hè. Ja. Dus dat wel. Maar ook... Ja, humor, hè. Als ik goed was, dan... Dan mocht er eens gelachen worden onderweg. Ja, ik had ook... Jozef Solli was mijn vaste verzorger. Blij dat ik die had, want die kende mij goed. Die wist wat ik nodig had. En als ik goed was, dan vroeg ik, ga het nog jokken. De jokken noemen. Ja, ja. Jokken, ga het nog. En dan had ik al 200 kilometer gelopen en hij zat daar op zijn stoeltje. Hè. Dus een beetje humor om eigenlijk de pijn weg te dringen. Okay. Ja, en de vermoeidheid weg te lachen. Ja. Waren er bij jullie ook trucjes, Willem? Om de vermoeidheid op de marathonafstand? Vooral focus houden. Gewoon er niet aan denken. Ja, vooral focus houden voor u. En, Herkenbaar velen? Ja, ik denk dat wel. Of was jij ook iemand van de humor? Nee, ik kon me wel heel hard focussen. Ik had een focus van nu is serieus en dat was voor mij wel serieus. En als het niet serieus was, dan mocht het ook niet serieus zijn. Maar op het moment dat de wedstrijd was, was ik zo iemand die een doel had. En als ik er moest staan, dan stond ik er ook wel meestal met een hele scherpe focus zelf. Ik denk niet dat er dan humor was. En dan was het gewoon inderdaad die focus houden en het doel. Zolang het doel in of haalbaar was, dan was het inderdaad, dan kon de mentaal altijd wel door een muur gaan. En hoe belangrijk is zelfzekerheid aan de start van een wedstrijd? Dat is mijn doel en ik ga dat halen, sowieso tof is. Ja, ik denk dat je dan meestal... Je staat niet aan de start voor iets onrealistisch. Dus het feit dat je aan de start staat, is toch mee iets dat op zijn minst zou kunnen lukken. En dan moet je daar moraal van uitgaan dat... Ik vind het altijd heel leuk als je zo start en zo die eerste kilo gevoelt van ja, vandaag is het zit erin. Ja, ik... Vandaag lopen we door de muur, dat vind ik van... Fantastisch, als je me vraagt waarom doe je het, dan denk je voor dat gevoel. Dat is onevenaardbaar, vind ik zo. Dat is waar, dat kan ik me wel eens bij voorstellen. Willem, was jij een twijfelaar? Of mag je twijfels niet toelaten als je de prestaties moet gaan leveren? Ja, ik twijfel nog elke dag aan alles wat ik doe. Dus ja, ook in de sport. Ja, ook onderweg dan? Ik bedoel, dan in een wedstrijd bijvoorbeeld? Ja, dan niet zozeer. Okay. Dan is het gewoon halen en lopen. Werd daarop getraind, op het mentale aspect, bij jou? Ja, misschien te weinig. Ja. Ja, misschien te weinig. Ja, dat weet je. Denk je dat daar nog terrein te winnen is voor atleten? Ja, dat is ook van persoon op persoon. Hè. Wel wat het zwakste is. Hè. Maar ik deelde wel de marathon in bevoorradingszones. Naar die bevoorradingszone, oké, daar ben ik gepasseerd. Oké, ik wist dan welke drank of welk shellke dat klaar stond. En ik deelde mijn marathon in kilometer, in blokken van 5 kilometer. Ja. En dat hielp wel. Maar in de voorbereiding dan twijfel ik aan alles en nog wat. Hè. Zou het kunnen dat jullie alle vier geweldige koppengaards zijn? Moet je dat hebben? Wat mij wel hielp, denk ik, dat was wat ze nu visualisatie noemen. Dus ik had vooral voor Torotan die koers al honderden keer in gedachten. Je had die al gelopen. Je zag dat ook als triomf altijd? Ik droomde ervan zelfs. Dus en met alle mogelijke scenario's, en daar ga ik het kwaad krijgen, maar ik moet doorgeven. Hè. Dus, serieus? Ja. Ik,
Ik kende dat woord visualisatie toen nog niet, maar ik deed dat wel. Ja. Moet je een koppigaard zijn, Paul, als lange afstandsloper? Heel zeker. Ja. Ja. Hard zijn voor jezelf. En, vooral op de vier, ik was gespecialiseerd op de 24 uur. Hè. En ik was ook, ik verkende, ik kwam heel nonchalant over, maar ik wist goed met wat ik bezig was. Ik verkende het parcours heel goed, maar dat was meestal op rondjes. Ja, toch dus, heel vaak op een piste, niet altijd, maar toch wel nee, nee. Okay. Meestal rondjes in een dorp ergens. Okay, okay. En ook meestal rond een kilometer, 1 tot 3 kilometer zijn die rondjes. Maar ik liep de kleinste ronde van allemaal, hè. Want ik was erop gefocust om een millimeter naast dat paaltje en ik verkende dat, ik moest de kortste weg hebben. Hè. Ja. Dus je bent er serieus mee bezig. Hè. Hoeveel rondjes draai je dan als je er, ja, dat is heel simpel uitgereikt, als het een kilometer is, ja, 270 natuurlijk. Ja. En altijd in dezelfde richting, want we hebben het deze week nog over gehad, ja, er zijn toch verhalen op als jullie de piste 24 uur liepen, dat er wel eens gedraaid werd. Er werd er gedraaid, ja. Ja, de piste wel, maar in een dorp op een kilometer werd er nooit gedraaid. En was dat dan halfweg draaien? Nee, om de 6 uur gewoonlijk. Om de 6 uur. Ja, even terug dan de richting uit. Ja, terug, 6 uur dan. Nee. Wat ik alleen niet begrijp is, dan doe je dat, is dat met een fluitsignaal en iedereen dan gewoon dan de richting, of moet je terug aan de streep voorbij komen en dan... Nee, ze zetten een kegel op 200 meter punt op de piste. En dan draaide rond en dan draaide terug. Oh ja. Dus je moest het. Ja, okay. Je gaat terug over de mat. Ja. En dan heb je weer 400 meter. Hè. Dat is gewoon omdat die bochten altijd in dezelfde richting nemen. Ja, voor de gewicht, dat niet goed is. Ja. Dat is daarom. Hè. Maar goed, ik hoorde jou wel instemmend zeggen: koppigaard moet je zeker zijn. Ja, tuurlijk. Je moet de beste willen zijn in de beste willen worden of zijn. Hè. En bij mij was dat, ja, ik ging nooit de beste worden in het lopen, maar ik wou de beste zijn tegen mijn eigen ik. Ja. En zo hoog mogelijk scoren met mijn fysieke mogelijkheden. En ik denk dat dat een eigenschap is dat je dat allemaal moet hebben. Tuurlijk. Ja. Ik ga er een paar vragen bij nemen. Ik ga dat een papiertje erbij nemen. Aan de mensen thuis. Oké, een paar themaatjes nog die we gaan behandelen. Blessures, maagproblemen, wie last van gehad? Fijn, blessure, laten we beginnen. Maagproblemen, wie van de maagproblemen? Maagproblemen in koers, ja, valt er iets aan te doen of moet je er gewoon door? Het is ook training, denk ik. En ik denk veel maagproblemen komen van de stress. Want in het begin had ik er heel veel last van. Op de 24 uur, ook op 100 kilometer, overgeven. En ook, we gaan de voeding aanpassen. En met de jaren werd dat beter en beter. Ja, door het er rustiger onder te worden. Ja. En door de stress die wegviel. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Belangrijke component. Jij hebt veel maagproblemen gehad vroeger? Nooit geen maagproblemen gehad. Oké. Dat is wel een heel groot voordeel als je geen maagproblemen hebt. En blessures had je daar ook gevraagd, ook vrij beperkt. Ja, dus gezegend met een kathedraal van een lichaam eigenlijk. Ik zou dat liever van een vrouw horen. Ja, dat is gelijk. Ik kan er iemand in de zaal dat hier zeggen tegen Jean-Paul. Maagprobleem, ja, daar kan jij voor meespreken, Willem. Ja, bij mij was dat moeilijk. Misschien door de stress? Zou dat een factor kunnen geweest zijn? Ja, ik trainde er hard op. En op training gingen alle gelletjes mooi binnen. En op wedstrijd, na de finish, gingen die er altijd. Ik kon ze terugvullen, elke marathon. Ja, dus wel geprobeerd, maar eigenlijk niks in het bloed opgenomen. Ja, ik vroeg me dat eigenlijk altijd af. Ja. Heeft het nut dat ik dat heeft dat nut dat ik dat me forceer om dat aan te pakken? Ja, want elke keer, ja. Valt er iets aan te doen? Maar je hebt alles waarschijnlijk geprobeerd. Ik heb het hard geprobeerd, alle soorten merken en op training ging het perfect. Ja, dat is wel vervelend dan. Ja, toch wel, ja. In wedstrijd. Ja. Vele, was jij een maagleider? Maagleider, niet. Nee. Nee, absoluut niet. Een maag van beton, er kon alles ingegooid worden, min of meer? Ik wist wel wat ik moest nemen, en dus ik was er wel op voorbereid. Ja. En qua blessures heb ik daar een beetje mijn job van gemaakt. Ik ben nu sportpodoloog en ben ik eigenlijk... Je had last aan de voet vroeger? Ik heb een race en blessures proefondervindelijk wel ondergaan. Ja. En dat is nu wel leuk om dat nu echt wel te kunnen uitwerken. In waar ik nu bezig ben. Nog een vraagje dat binnengekomen is. Is krachttraining essentieel? Wie wil daarop antwoorden? Maakt me niet uit, hè. Ik denk dat. Als de vraag is of ik dat deed, ja, ik deed dat. Dat was bergoplopen en dat soort dingen? Niet alleen heuveltraining, maar ook met gewicht. Met gewicht, ja.
Dus jij denkt, ja, ja aan de prestaties te zien. Ik moest van mijn sadist trainer. Fantastisch hebben. Essentieel, Willem? Ja, tuurlijk. Maar dat is ook, allee, dat is ook te zien. Hè. Als je 50 kilometer in de week loopt, kun je misschien beter 10 kilometer extra gaan lopen. Maar als je traint op de limiet, ja, meer lopen heeft niet veel zin. Maar dan is krachttraining en dan is een eerste winst is gewoon economisch. Je loopt gewoon economischer. Je moet niet meer spieren krijgen, maar je moet ze efficiënter gebruiken, waardoor dat je energiegebruik voor dezelfde snelheid daalt. En hoe zag jouw krachttraining er doorgaans uit? Ja, ook met gewichten. Gewichten? Ja, ja, met maximale krachttraining, met zoveel mogelijk gewichten. Kleine reeksjes kan squatten. Niet om spiermassa toe te... Allee, toe maar te gewoon doen. Om die kracht van die spieren... Om efficiënter te worden. Ja, oké. Okay. Vraagje voor velen. Tips tegen blaren. Komt vaak voor natuurlijk. Blaren is altijd frictie. Dat is wrijving dat je creëert. Dus je moet die wrijving ergens weten tegen te gaan. Komt dan dat je voet constant beweegt of schuift naar binnen. Dan moet je die beweging gaan blokkeren. Je kunt het gaan met gewoon een simpele vaseline. Dat kan eigenlijk al helpen. Omdat eigenlijk dat het zachter schuift eigenlijk. Ja. En dan moeten, als bijvoorbeeld bij ons in de praktijk komt dat dikwijls voor, als mensen starten met nieuwe zolen, dat die leesting soms nog niet overeenkomt. Dus dat je soms wel overgecorrigeerd ergens ziet, dat je zorgt dat dat eigenlijk heel schoon in je schoen ingeslepen zit, dat eigenlijk de pasvorm altijd wel correct is. Zowel van je schoen, je voet en je zool die er eventueel al dan niet gaat tussen zitten. Maar een gewoon steunmiddeltje is de vaseline. En dan zeker niet met nieuwe schoenen of nieuwe sokken je wedstrijd nemen. Dat is inderdaad. Ja. Blijft een beginnerstip, maar wordt nog vaak tegen gezondigd. Nog over het trainingsschema, dat is eentje dat Willem nog gaat doorspelen. Lange duurlopen, vraagt hier iemand. Onder of boven de vetdrempel? Er is een tijd een hype geweest, LSD. Ik noem dat altijd de long stupid distance. Ja. Voor alle duidelijkheid, long slow distance, zoals die officieel heet. Dus je wilt als je traint, wil je even je lichaam uitdagen om de volgende dagen daarop te reageren door beter te worden. Supercompensatie, je wordt slechter, maar je lichaam reageert door beter te worden op een hoger niveau. Maar die prikkel moet er wel zijn en daarom moeten die op de aerobe drempel uitvoeren. Dus de aerobe drempel op de vetdrempel. Ja. Want als je eronder blijft, dan is je training bij wijze van spreken onnuttig geweest. Ja, dan is recuperatie en dan is het veel te lang om recuperatie te zijn. En dan heb je gewoon musculair heel veel schade. Ja. Maar ook zonder fysiologisch, zonder op je hart- en bloedvaten een voordeel te hebben gedaan. Ja, er is nog een B-vraag, maar ik vermoed dat dat heel individueel is en moeilijk te bepalen welke hartslagzones. Ja, dat is moeilijk om... Ja, dat kun je heel moeilijk. Iedereen heeft zijn... Dat is afhankelijk van je maximale hartslag. Laat ons zeggen, 70-80% van je maximale hartslag. Jean-Paul, een vraag die ik zeker niet aan jou moet stellen, maar ik ga ze toch stellen. Hoe train je hoogtemeters? Jij hield absoluut niet van berg op, berg af. Dat was nee, hoe vlakker, hoe beter voor jou. Ik deed het wel. Ik deed heuveltraining. En met oefeningen op den berg ook. Onder andere de ganzenpas. Het verhaal van de sciatiek kende wel. Ja, de ganzenpas, ja, inderdaad. Ja, de reumatiek. Zijn er mensen die in de bergen gelopen hebben, lange afstandswedstrijden, trials? Ja. Trails. Ja, het wordt enorm populair. Ja. Prachtige, ja. Ik heb zelf ook eens in de Alpen gedaan, dus fantastische vergezichten natuurlijk. Ja. Ja, ook daar hetzelfde verhaal, wat we hier al vandaag een paar keer verteld hebben. Gewoon optrainen, optrainen, waar je ook kan, naar de Ardennen rijden, dat soort dingen. Ja, het technische komt daar ook wel bij, bij kijken. Het is niet eigenlijk het zuiver het lopen, zo naar beneden lopen op zich is eigenlijk ook al een kunstig... Natuurlijk. Ja, de pasjes, de stenen kiezen die je gebruikt als afzet. En dan inderdaad, je schoeisel kan erin eventueel zelf met je stok lopen. Als je echt over in de bergen spreekt, kan dat dikwijls ook wel... gaan handig zijn dat je daar ook op leert met trainen en die dingen. Ja. En in Ardennen kun je hier ook eigenlijk wel schone trainingen in voorbereiding van zo'n... Zeer mooie trails lopen, ja. Zeker vast. Ardennen zijn prachtig op dat vlak. Misschien nog ter afronding, wat doen jullie nu in het leven? Veerle, jij hebt het al gezegd, podoloog. Ja, en ik heb me inderdaad wel gespecialiseerd in die sportpodologie. En dat is heel leuk, hè. Mensen komen... naar u, omdat je inderdaad wel de ervaring hebt, je weet waarom. Met een huisarts gaan ze dan dikwijls wel terecht en dan is de oplossing van weet waar, rust jij 2 weken, maar dat is niet wat een sporter wil horen. Hè. Nee. En dan iedereen wil zich zo professioneel mogelijk proberen
uit te rusten, blessures daarin te vermijden. En je kunt daar ook wel heel veel dingen in doen. En het is echt wel een dankbare job, vind ik, daarin. Te kunnen mensen helpen en van blessure vlijten. En voor de rest mama en af en toe nog gaan lopen. Ja. Dat lijkt me al een heel mooie invulling van En een lieve man. Een lieve man. En een lieve man, dat is ook een mooie invulling. Ja. Willem, directeur in de school. Ja. En 's morgens heel vroeg lopen. Klopt. En vader van 2 kinderen. Daarmee is de dag ook gevuld, hoor ik. En een lieve vrouw. Zeer goed, zeer goed. Jean-Paul? Ik ben gepensioneerd. Ik loop nog 6 dagen op 7. En ik zorg ook voor een opvang van mijn kleinzoon. Ook naar Ruben. Niet genoemd naar jou. Dat vind ik wel zeer, zeer jammer, Jean-Paul. Je zou toch makkelijk dat verhaal kunnen vervormen dat dat wel zo geweest is. Dat kost toch geen moeite, Jean-Paul. Dat zou mooier geweest. Teken van dankbaarheid. Mooier geweest dan voor de documentaire. Zeker, maar ja, je zag het niet, je voelde het niet. Paul, wat doe jij nog in het leven? Ja, ik werk nog altijd in de fabriek. Is het waar? In dezelfde nog altijd? Dezelfde. Mijn eerste job is nog altijd dezelfde job. Chapeau, man. Hoe lang werk je daar ondertussen dan? 39 jaar. Chapeau, fantastisch. Ik moet wel zeggen, vanaf mijn 50 ben ik halftime beginnen werken. Dat mag, hè. Om uit te bollen. Nog 4 jaar en dan is het gedaan. Ja. Ja, en maar met lopen ga je nog niet uitbollen? Ik ben nog bezig, maar heel, heel recreatief. Ja. Dus dan, we zullen wel zien. Wat ik ook heel mooi vind, is dat, want daar zijn ook wel verhalen van. Je hebt in het verleden wel verhalen gehad van mannen voor wie het nooit genoeg was, voor wie het altijd maar meer en meer. Ik moet nu plots aan een soort Wito de Mulder figuur denken. Maar heb ik goed gekend. Die je goed kende, hè? Dat zou bij jou ook kunnen gebeurd zijn, maar kijk, jij neemt vrede met 2-3 keer in de week lopen nu. Vind ik wel mooi. Ja, ik heb altijd gezegd, op een gegeven moment moet er ook een punt achter kunnen zetten. Dus het is zoals een boek. Je hebt hem uitgelezen, je legt hem opzij en dan begint er iets anders. Ja, dat is een nieuwe boek. Ook mooi, want er zijn veel die dat niet kunnen. Hè? Ja, maar dan moet er kunnen zoiets. Hè. Dus. Ja, dat is de campus nuchterheid, denk ik. Dan, maar we gaan wel nog voor dat wereldrecord 60. Dus. Well, dat is een nieuw boek, hè? Ja, vol, dat is een nieuw boek vastgepakt. Heren, echt waar, en dames. Als Willem de 100 loopt, ga ik voor de 24 uur op mijn 60. Jongens, we hebben hier een weddenschap vast aan het eind van de rit. Ik leg mijn eieren in Willems mandje. Ja, voilà. We gaan het u laten weten. Hè. Mag ik jullie allemaal bedanken. Dat is voor mij een enorme eer om met zo'n kleppers te mogen praten vanavond. U bent bedankt natuurlijk. Ik denk dat de organisator misschien nog een klein woordje aan wil toevoegen. 2 minuutjes als voor afronding. Kijk, maar voor mij bedankt en graag tot de volgende keer. Ja, goed. Kijkers, dank u wel voor jullie aandacht en aanwezigheid. Excuses voor het kleine oponthoud naar het tweede deel toe. Diegenen die niet meer ingelogd geraakt zijn, het is opgenomen, dus is nadien nog te bekijken in uitgesteld relais. Ik hoop dat dat een beetje soelaas brengt. Verder, ik hoop dat de bijkomende vragen zijn beantwoord. Ik had een kleine selectie gemaakt. Ruben heeft dat perfect gedaan. Verder wil ik nog de sprekers bedanken, Veerle, Paul, Jean-Paul, Willem en Ruben. Hartelijk dank. En volg zeker het project verderop, www.moedig20.be. En tot ziens. Dank u wel iedereen.